evenementenreglement. Check het 1,5 meter evenementenreglement. Check het 1,5 meter evenementenreglement. Ja, dames en heren, Bruno en Philip, onze vaste huisband bij Hektok, aflevering nummer 17 alweer. Ja, nu dus via de livestream. Ja, we hebben een kijker, dus ik begin vast, als je het goed vindt. Ja. Hey, nou, hey, super tof dat je erbij bent. Nou, je zit thuis achter de computer of nog op werk heel laat, of je ligt onderuit een hangmat vanaf je telefoon dit te bekijken. Top dat je er bent. Nou, een grote kans dat je hier live een keer geweest bent. Het is nu behoorlijk uitgedund. We zitten hier met, wat is het, 16 mensen of zo. Maar wel hele leuke mensen. En heel leuk dat jullie thuis ook meekijken. Nou, als dit de eerste keer is. Hoi, ik ben Chris. Hektok is mijn programma. Voor en door de hackers community. En wat we hier doen is gewone mensen laten zien dat hackers best hele lieve mensen kunnen zijn. En we laten aan hackers zien dat gewone mensen ook best wel interessant kunnen zijn. Dus we hebben zowel hackers als gewone mensen vandaag. Met als thema niet lullen, maar patchen. Daarover later meer. Want u zit thuis, wij zitten hier. U zult misschien ook wel denken van, hoe doen ze dat nou allemaal met die 1,5 meter? Daar heb ik dit voor bedacht. De grapperbollen. Kijk, de Bruno die staat nu op een veilige afstand, hè? Maar als hij nou te dichtbij komt, dan komt deze gast ertussen. Die zegt, hé, dat mag niet, wegwezen, 1,5 meter. Dus dat hebben we. We hebben alcohol staan, handschoenen, van alles en nog wat. En ja, we hebben ook nog lekker gegeten, lekker gedronken. En dan zult hij denken, van ja, wat betaalt die gozer dat nou allemaal van? Nou, we hebben dus drie sponsors die leuk vinden wat wij hier doen. Dat is Stedin, die kent u natuurlijk wel als de netwerkbeheerder. De gemeente Rotterdam doet natuurlijk ook heel veel aan cybersecurity. En denkt, nou, kikken dat het hier in Rotterdam plaatsvindt. Kennisuitwisseling, security is belangrijk. En Decipher, de Dutch Cybersecurity Platform of Higher Education and Research. En dan begin ik eigenlijk meteen met een overlijdingsadvertentie. Want helaas, Decipher bestaat niet meer. Ik vind het echt heel jammer. Want dat was een platform waar cybersecurity onderwijs, onderzoek, uitgewisseld wordt. Dat was echt goed op stoom. Echt hele leuke feesten gehad met die mensen. Alleen ja, ergens bij een ministerie of zo ging er iets mis. Iemand heeft me geprobeerd uit te leggen, maar dat is echt heel jammer. Ik hoop dat er een opvolger komt, dus voor de mensen van Decipher die thuis zitten. Super dank dat jullie ons al die tijd gesteund hebben en we zullen jullie blijven steunen in
de cyberwereld. Dus, nou, dat gezegd hebbende, u kunt meekijken. U kunt natuurlijk ook mee twitteren. Gebruik de hashtag Hacktalk17. En u kunt ook meekletsen via Jitsi. Ja, dat is een soort Zoom, Discord, Teams, weet ik het hoe je het noemt. Daar hebben we al twee van onze gasten die vanavond niet fysiek hier kunnen zijn, maar wel virtueel meepraten. Straks geef ik jullie ook de URL, want zo werkt het bij Jitsi. Als je de URL hebt, dan kun je gewoon inloggen en meekletsen. Staat hij al? Oh ja, ja, nou ja, dan gaan we het krijgen natuurlijk, want ik heb er geen wachtwoord op gezet. En, maar goed, het is heel vervelend, dan kik ik je er gewoon uit. En dan zien we ook gewoon meteen of er überhaupt nog meer mensen kijken dan alleen jij thuis daar. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja, ik open niet voor niks met Grapperhaus. Ik zal hem even recht zetten. Zo. Want, nou ja, naast natuurlijk de anderhalve meter minister, had hij natuurlijk ook wel een paar pittige uitspraken over cybersecurity. En dan ga ik even een jaar terug in de tijd. We hebben hem trouwens net weer gehad, de One Conference. Bij de vorige One-conferentie was dit dus de talk of the day. Iedereen had het erover, want minister Grapperhaus die had dan net tegenover FD gezegd van ja, als je je spullen niet update, hè, dan ben je gewoon een ongelofelijke oliebol. Hè, en als je zelf die updates niet draait, nou, anders moeten wij dat misschien maar even voor je doen. Op zich een, heel behulpzaam in de hackerswereld. Hè. Bedoel, als het NCC alles zou patchen, super tof, hebben wij geen werk meer. Maar het heeft nogal wat kanten. Aan de ene kant kun je dus zeggen van ja, updaten is zo belangrijk, dames en heren. Het is een van de belangrijkste maatregelen binnen security. He, want software wordt aan elkaar geknoopt, in elkaar gezet, net zolang dat het doet. En dan werkt het, ja, top, hij doet het. En dan vindt ineens iemand iets van ja, maar als je nou dat doet, dan gaat het mis. Of dan kun je daar of daarin. Nou, en dan volgt er dus een update of een patch, om die kwetsbaarheid te patchen. Gebeurt dat niet op tijd, dan is het altijd weer iemand die denkt van nou, met die kwetsbaarheid kan ik misschien wel iets leuks doen. Dan komt er dus een exploit, hè, dus een stukje software waarmee je dat dus kunt uitbuiten. Ja, en als je dan weet iets is kwetsbaar en het wordt niet gepatcht, ja, dan kun je er dus zo in. Dus zodra er een patch uitkomt, dan gaan hackers, zowel de goede als de slechte, die gaan dus kijken van nou, wat dicht dat ding nou? Hè? Welk probleem lost dat nou op? En dan kunnen ze dus terugredeneren van, als ik dat doe, dan kan ik erin. Dus juist als die updates uitkomen, is het heel belangrijk om dat snel te installeren. Want al die tijd ben je kwetsbaar. En heel veel hackers, zowel de good guys als de bad guys, zoeken dus naar die kwetsbaarheden. Nou, de bad guys die buiten het uit, of die verkopen het. En de good guys, die hebben we hier vandaag aan tafel, die scannen continu het hele internet. En als ze dan iets vinden, dan melden ze dat netjes bij de persoon die dat kan fixen. Nou, terug naar Grapperhaus. Hij snapt het inmiddels ook, dat het heel belangrijk is. Alleen, ja, toen hij zei van, anders komen wij het wel doen. En dan bedoelt hij wij dus, het Nationale Cybersecurity Centrum. Dat kan dus helemaal niet. Dat mag ook niet. Je kunt niet als overheid andermans systemen gaan lopen patchen. Dat is een soort patchpolitie. Vaak geeft dat ook allerlei problemen als iemand van buiten gaat patchen. Want jij weet hoe je hele systeem in elkaar zit. Vooral bij bijvoorbeeld energiesystemen, bruggen, pompen. Dan heb je vaak heel veel oude operationele technologie met nieuwe software. Ga je die software updaten, dan gaat die oude technologie niet meer werken. Dus dan kun je ineens een elektriciteitscentrale uitzetten. Sterker nog, het praatje van Grapperhaus vorig jaar. Dan kwam Robert Lee kwam daarna, echt een deskundige op het gebied van energiesystemen. Die zei van, patches close down more power plants than the Russians and Chinese combined. Nou, dat is nogal wat. Maar ja, aan de andere kant wil je natuurlijk wel dat mensen het weten als ze lek zijn. En dat ze dan ook zo snel mogelijk gepatcht worden. Dus, wat gaan we doen bij Hacktalk? Niet lullen, maar patchen. We gaan dus een keur geven van mensen die het internet scannen, systemen testen, om vervolgens te zeggen van, hé, jij moet je boeltje moet je updaten. Ja, dat is heel belangrijk. Dus wij krijgen straks heel veel Internet of Things dingen die aan het internet hangen en lek zijn. En we hebben daarvoor Pieter Jansen van Cybersprint samen met de gemeente Den Haag. En nog veel meer partners zijn dus allemaal van die slimme deurbellen en dingen aan het checken die gepatcht moeten worden. We hebben basisbeveiliging van Elge Jonker. Dat is eigenlijk een landkaart van Nederland waar je ziet hoe de gemeenten scoren op hun veiligheid. Nou, first item bij Hacktalk altijd DIVD, de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dat zijn wij. En Victor Gevers, de voorzitter, komt even in beeld.
En geeft een update over ons lopende onderzoek, waar we nu zijn. Frank Bredijk, dat is de manager van het security meldpunt van DIVD. Dus die melden de lekken aan de mensen die getroffen zijn. Geeft ook een update. En hij heeft ook een flowchart bij zich om te laten zien van nou, hoe lopen die meldingen nou. En niet alles gaat via het NCSC. Er zijn allerlei partijen die van alles en nog wat doen. Maar dan zie je dus ook de gaten in wat wij noemen het landelijk dekkend stelsel. En soms zeggen hekken wel eens het landelijk lekkend stelsel. Maar goed, daarover later meer. En dan eindigen we met niemand minder dan Inge Bryan van Deloitte. Die heeft samen met 25 andere organisaties aan opgericht. Dat is het Anti-Abuse Netwerk. Dat is eigenlijk een netwerk van mensen die allemaal kwetsbaarheden oplossen. Maar we beginnen hier in Rotterdam met de Hogeschool Rotterdam. Dus ik zou zeggen, Rick, kom er alvast even bij. Want de Hogeschool Rotterdam, die heeft ook een cybersecurity opleiding. Dat noemen ze dan de security miner. Ja, ik kan wel klappen, maar dan hoor je dat er zo weinig mensen zijn. Ja, even klappen. Ja, tolle volle bak, hè? Oh ja, roepen mag ook niet. Ja. Dat was onze bassist. Maar goed, jullie mogen herrie maken. Jullie zijn de artiesten vandaag. Ja. Hey Rick, kom even bij de microfoon staan. Dan kunnen we je ook even zien. Rick Gouw van de Hogeschool Rotterdam. Je bent daar de Information Security Officer. En, als iets lekkers, dan moet jij het oplossen, toch? Dat is een beetje jouw werktijd. Ja, tenminste zeuren dat het opgelost moet worden, of het zelf oplossen. Of, ja. Iets dichter bij de microfoon, anders gaat hij zo. Okay. Ja, inderdaad, ja. Prima. Dames en heren, even uitleg. De Hogeschool Rotterdam, die heeft dus een security miner. En dat als die studenten daar komen, dan leren ze van alles. We hebben straks ook nog even de docenten aan het woord. En die zijn al 3 keer bij Hacktalk geweest hier. Ja, dus de eerste keer bij Game of Tones. Daar gingen we de toon hacken met z'n allen. We hebben een keer ook een crypto party gehad met de studenten. Dus daar gingen ze gewone mensen leren hoe je versleutelingen doet en dat soort dingen. En ze waren de laatste keer hier. Toen hadden we een beetje een allegaartje aflevering met finalhack.py. En dan moeten ze zelf een prototype van een beveiligingsapplicatie ontwikkelen. Gaan ze elkaar hacken en dan kun je dus prijzen voor krijgen. Nou, maar dat is dus het bijzondere. De meeste hogescholen hebben wel responsible disclosure, zoals we dat noemen. Hè? Vind je een lek, dan meld je dat bij Rick en dan zorg jij dat het oplost. Maar jullie gaan een flinke stap verder. Namelijk begin van iedere security miner worden de studenten uitgedaagd. Kom naar hogeschool.nl of hr.nl. En ga maar los. En als je iets vindt, meld het netjes bij Rick, maakt niks kapot. En dan kunnen we de boel beter fixen. Als ik het goed heb, is het de enige hogeschool die dat doet, hè? Voor zover ik weet wel. Mm-hmm. Misschien is er nog een andere hogeschool die het ook doet, maar daar weet ik niet van. Maar, ja. Ja. Dus voor mij is het best wel uniek. Ja, want als we even het landschap schetsen. Hè? Jullie hebben 13 locaties, 10 instituten. En er zijn dus ongeveer 60 studenten die aan de security minor meedoen. Ja. Dus er komt nogal wat op je af. We beginnen nu met de derde keer. De derde keer op rij. Wat komt er dan zoal op je af? Wat voor soort findings melden ze? Nou, heel veel dingen die geüpdate moeten worden. Mm-hmm. Natuurlijk, maar ook websites waar een hoop data in staat, waar bijvoorbeeld gewoon telefoonnummers van docenten in staan. Mm. Dat zijn niet echt hacks, maar wel zoiets van datalekken waar iets aan gedaan moet worden. Gevoelige informatie die niet zomaar op het internet zou moeten staan. Gevoelige informatie, websites die ooit een keer in elkaar geknutseld zijn, waar nooit over nagedacht is. Dat als je in een wijze dat er een database uitkomt of zoiets, dat soort dingen. Nou, en ik heb je ook gevraagd, geef een paar POC's, hè, zeggen we dan. Ja. Proof of concept. Dus dan laat je dus zien van, wat heb je nou gevonden? Ik kon er zelf eerlijk gezegd niet heel veel chocola van maken, dus laten we de foto's even doorlopen. Pleun, onze VJ, die zet even een paar foto's op. Nou, dit is niet te lezen. Zootje tekst, hier wel. Ja, dat was wel grappig. cert@hr.nl, dus Computer Emergency Response Team @hr. En daar zit jij achter. Precies, dus als jullie ooit een keer wat vinden, mag je het daar ook melden. Maar op een gegeven moment kreeg ik een e-mailtje van een systeembeheerder dat er een VMware-server dood was. Ik dacht van ja, leuk, boeien. Vervolgens kreeg ik een e-mailtje van een student dat hij iets met R-poisoning aan het doen was. En dat zich afvroeg of er wat gebeurde. Nou, vervolgens kreeg ik een e-mailtje van die andere systeembeheerder dat er nog 2 andere servers dood waren. En dat was het complete cluster. Dat was wel jammer. maar het was niet zo heel erg, want het draaide geen productie meuk op. Alleen maar probeer, studeer dingen.
Het is een hele zware kwetsbaarheid, maar het systeem zelf, dat was niet zo heel erg. Dat die, nee, ja, gewoon, layer 2 security was gewoon stuk. En ja, dat weten we nu. En er is een vinkje aangezet en nu is het minder kut. Ja, dat is mooi gefixt. Ja. Volgende foto. Wat zien we hier, Rick? Oh ja, ja, dat is een beetje een vage. Credential name, ja. Account type, description. Ik hou me ook een beetje vaag, maar... Maar dat betekent dat het een zware kwetsbaarheid was, dat je hier echt iets nasty dingen mee kon doen. Ongeveer wel, ja. Twee weken geleden kreeg ik een berichtje van een systeembeheerder dat hij een extra administrator vond op een systeem. En het was een student. Maar dat wisten we zelf ook nog niet. Daar kwamen we een jaar later pas achter. Oh, ik wil dichterbij praten? Ja. Oké. Ja, hij heeft een minuutje hier. Ja, ik hoop dat iemand me net verstond. Maar ja hoor. Ja, ja, doe het maar helemaal over. Oké. Okay, nee, ja. Hoor. Ga maar gewoon verder hoor. Ja. Nee, ik weet zelf dus ook nog niet precies wat er aan de hand, was. Maar de student was gewoon een beetje aan het klikken en toen was hij ineens admin. En dan kwam ik veel later ineens achter. Ja. Nou ja, dit is misschien ook wel een les. Hè. Vaak de makkelijkste manier om ergens binnen te komen is gewoon een bestaande account. Ja. En dus dan maak je helemaal geen gebruik van kwetsbaarheden of wat dan ook, maar er is gewoon een account en dan ben je binnen. En dat valt dan ook niet op natuurlijk. Nee. Dat is helemaal niet verdacht. Oké, okay. Volgende foto. Ja. Wat zien wij hier? Nou, rijd je code. Oh ja, deze was ook wel leuk. Er was een testwebsite opgezet voor een examensysteem of zoiets. Maar er is nooit echt gekeken naar hoe het is ingericht en blijkbaar is... elke commando dat je dus invoert op de server als administrator, dat werd ook gewoon gepublished naar het internet. Dat is wel dom. Er kwam een student achter. Best wel heftig, hè? Want er kunnen wachtwoorden in staan. In dit geval toevallig niet, maar ja. Dus daar ben ik heel blij mee als iemand me dat vertelt. Ja, want even tussendoor. Krijgen ze daar nog iets voor? Nou, in dit geval kreeg ze een t-shirt. En... ja, vooral dat, een t-shirt en een dankjewel. Maar nog een goed cijfer of zo? Oh ja, dat wel. Ja, ik weet niet wat ze gehad hebben, maar... dat horen we straks wel van de docenten, ja. Daar heb ik weinig invloed op, maar ik denk dat ze een goed cijfer gehad hebben. Oh ja, natuurlijk. Jij moet het fixen, maar zij moet beoordelen. Precies, okay. Ja. Ik heb er niks mee te maken. Ja. We doen nog een fotootje. Ja, wat zien wij hier? Een zwart scherm met een soortje code. Ja, ik zie vooral een hoop URL's, proxies, host... Ja. Deze was ook wel cool. De studenten die krijgen dus ook allemaal VPN-toegang tot alles. Dus ook de beveiligingscamera's. Nou, die worden nooit gepest natuurlijk. Of nooit, niet zoveel. Dus binnen een kwartier nadat ze toegang hadden, waren er al een paar studenten die root access hadden op een paar camera's. met een exploit die ze even uit Metasploit getrokken hebben. Nou, dat vond ik heel cool. Dus ze konden gewoon overal meekijken. En heb je voorbeelden van pikante locaties? Dat, ja, alle wc's. Oh. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik geloof het nog ook, ja. Nee, dat... Nou ja, dat zeg je de fantasie wel, fantasie wel de vrije loop laten als je een beetje alle webcams kunt te pakken krijgen. Ja. Dat allerlei schoonmaakhokken waar docenten in wegduiken. Okay. Maar dat is snel gepest. We doen er nog eentje. Ja. Even kijken, wat zien we hier? Aanvraagformulier met ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidsverklaring. Offertes. Ja, de studenten die mogen, dit jaar gebeurt dat niet, maar in ieder geval de jaren hiervoor mochten ze ook het schoolgebouw doorlopen op zoek naar archieven en patchkasten en dingen die eigenlijk op slot zouden moeten. Een paar studenten die vonden dus een hele grote archiefkamer die open stond met dozen vol met facturen en rapporten en dingen die niet echt openbaar zouden moeten worden. En dat is, dat is iets van wat ze gevonden hebben. Soms kan eigenlijk gewoon zo simpel zijn. Je loopt gewoon een papierarchief binnen. Ja, maar dat doen de criminelen het ook natuurlijk. Ja. Hackers zoeken gewoon de makkelijkste ingang. Precies, ja. Ook backup harde schijven. Ook dat soort dingen, die is ook leuk. Die vind je ook wel eens? Nou, nu niet meer, maar... Even kijken, als het goed is, hebben we er nog eentje. Nog één finding. Oh, wat is dit? Gewoon een aantal mensen bij elkaar. Dit is eigenlijk gewoon de klas, mol. Hackende studenten. Oh ja, kijk, dat is ook een leuk fotootje natuurlijk. Dat kan ik nog ondertussen. En dan hebben we nog één foto. Dat is eigenlijk gewoon een ziet eruit als een saaie serverkast. Als je dat ziet, dan denk je van ja, wat is dat nou? Maar dat is dus een zogenaamde cyber range. Dus het is eigenlijk een nagemaakt internet, zal maar zeggen. Ja.
Ja, dat was mijn afstudeeropdracht. De opdracht was een beetje eigenlijk om het internet na te bouwen. En dat studenten daar dan dus grote hacks op kunnen uitvoeren. Of een DDoS-aanval of zo. Een DDoS-aanval of dingen, of virussen los op kunnen laten zonder dat het op het echte netwerk terechtkomt. Dat is vooral heel erg experimenteel iets dat nog een beetje afgemaakt moet worden. Oké, working on. Maar je bent er toen op afgestudeerd. Ik heb hem ook één keer live gezien. Je ziet gewoon drie oude server racks. En voor de nerds onder ons, je kunt dus ook BGP spoofing doen. En dat is best wel vet, want als je het internet kapot wil maken, dan doe je gewoon net alsof alle net... Oh ja, daar hebben we hem inderdaad. Dat is hem eigenlijk niet. Dat is hem niet? Nee. Oh, ik dacht, dit is een soort disclosure. Maar dat is gewoon een patchcast die ik toen ik die mining date vond, die niet op slot zat. Oh, met een papiertje erbij met welke VLANs waar je zat. Dit is jouw eigen responsible disclosure eigenlijk. Oké. Ja. Ik dacht, dit is hem nou. Nee, dat is hem niet. Want ik ben een keer jullie... veel groter met 100.000 kabeltjes. Dit zijn eigenlijk de drie grote zware kasten en dan heel veel kabeltjes erin. Waarmee je het internet na kan doen. Ja, en snoertjes en stekkertjes en moertjes. En dat vinden wij leuk, dames en heren. Goed, dan ben ik natuurlijk wel even benieuwd wat de docenten daarvan vinden. En dan heb ik even een beetje een probleem volgens de anderhalve meter evenementenreglementen. Ik kan maar één gast aan tafel hebben. Dus ik loop even het publiek in, dan hoort u mij even niet meer, maar dat is niet erg. En dan ga ik even naar Diederik de Vries en Mathé Skeo. Die zijn beide docenten van deze minor studenten. Dus ik stel eerst even de vraag en dan moeten jullie ze antwoorden. Zullen we het zo doen? Oké, klopt het verhaal van Rick en wat vinden die studenten allemaal? En wat krijgen ze ervoor? En misschien nog wat allerbelangrijkste, wat zijn de reglementen al daar? Want ze mogen niet zomaar alles kapot maken en op straat gooien. Dus ik kom niet even naar jullie toe. De camera maar vol. Goedenavond. Ik ben Diederik de Vries. Naast mij Mathé. Wij zijn allebei docenten aan technische informatica en dan een minor security. Het verhaal van Rick klopt 100% met een hele kleine aanvulling. Want wij leiden ethische hackers op. Dus wij willen niet dat zij ongelimiteerd op het hogeschoolnetwerk of elk ander netwerk gewoon hun gang kunnen gaan. Wij leiden primair op. Op gebieden van softwareveiligheid, kijken naar open source software, wat gebeurt daar precies. Uiteindelijk mogen zij het netwerk van de hogeschool betreden, afgelopen jaar ook de achterkant, waarvoor ik de hogeschool echt wel heel erg wil bedanken, want dat is gewoon lef hebben. Het meest belangrijke is daarbij dat ze wel responsible disclosure hebben en een NDA. Dus ze mogen het netwerk niet op zonder NDA. En er is heel nauw contact tussen de studenten en tussen ons. En als het zelfs nodig is, met Rick en zijn counterpart. Dus het is niet zo dat zij ongelimiteerd op het hogeschoolnetwerk losgaan. Ja, om even toe te voegen, we laten ze ook niet gelijk aan het begin het netwerk op. We willen natuurlijk wel dat ze eerst weten wat ze doen en dat de tools die ze gebruiken ook gewoon bekend bij ze zijn. Dus daarin leiden we ze ook een beetje op. We laten ze ook eerst een beetje code reviews doen. Heel voorzichtig, een beetje duiken we de tools in. En dan is het sluitstuk eigenlijk een beetje dat we ze inderdaad loslaten. Al dat niet met de VPN-account, al dan niet in de achterkant inderdaad. Maar ja, er gaat wel iets aan vooraf nog inderdaad. Zo, ja, dat mocht ik niet gehoord hebben. De cijfers zijn hoog, zei Mathé nog even aan het einde. Dat is best wel belangrijk. Maar dat bepalen zij dus, de cijfers, hè? Ja. Niet jij. Ja. Maar jij maakt wel inschatting van high, middle, low. Alle groepjes die maken dus een groot rapport. En die rapporten lezen natuurlijk allemaal door. Omdat ik er zelf heel veel van heb. Maar ik heb dan ook altijd feedback en daar doen ze dan niets mee. Oké. Ja.
En de beste die vragen natuurlijk om hier voor ons werken. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Goed, lieve mensen, ik zie dat op ons Jitsi-platform er al verschillende mensen ingelogd zijn. Als je iets wil roepen, kan dat. Pleunk, even Jitsi aanzetten. Ja, nee, dan krijgen wij hier dus feedback. Dat is best wel grappig eigenlijk. Dus ik moet hier uitzetten. Ja. Kijk, ik zie je. Hey, ik zie je. Bart is er ook bij. Nou, hier zien we. Rechtsboven zien we Jeroen, die komt straks nog aan het woord. Misschien Victor. Nou goed, we weten jullie in ieder geval dat het werkt. Zet er maar weer uit, want ik hoor allerlei feedback nu. Ja? Oké. Okay. Goed, dit was het eerste item. Rick, dus, super dank dat je hier was. De studenten gaan nu los voor de derde keer op rij. Dus ik hoop dat ze... Niet nu, maar bij, binnenkort. Hè? Wanneer gaan ze beginnen? 23 november, toch? Ja. Ja, nou dan heb jij een hoop te doen. Hopelijk heb je voor de kerst alle... Ik denk het niet. Alle patches geïnstalleerd. Nee. Maar in ieder geval heel veel succes. Dankjewel, Rick. Ja. Wat dan ook hoort bij de anderhalve meter evenementenreglementen is dat we nu even de boel schoon moeten maken en zo voor onze volgende gast aan tafel. En dat geeft ons natuurlijk ook weer de gelegenheid om een stukje kikke muziek te spelen. Dus... Bruno Philip, take it away. Thank you.
Dankjewel. Ja, ik stond zo weer even ontsmetten. Goed, lieve mensen, als u net inlogt, welkom hier bij Hacktalk. Nou, voor de mensen die al een tijdje aan het kijken zijn. Voordeel van die breaks tussendoor is dat ik dan ook even van de techniek wat feedback kan krijgen. Dat met het Jitsi, dat werkt dus niet helemaal goed, omdat als mensen dan hier luisteren en tegelijkertijd ook het geluid aan hebben, dan gaat dus het geluid bij hun eruit en dan daar er weer in. En dan krijg je dus feedback, zoals dat heet. En er zit ook enige vertraging tussen de stream en wat je op Jitsi te zien krijgt, maar dan moet je waarschijnlijk ook even op refresh drukken. Alleen zie je nu wat er dan 4 minuten geleden was. Dus dan, als je dan nu dit hoort, je drukt op refresh, dan ga je ineens 4 minuten verder. Space time, zoiets. Nou, ik zag het in ieder geval in de chat van Jitsi. Het volgende item, Internet of Things. We hebben allemaal slimme deurbellen, webcams, sensoren, weet ik wat allemaal. Nou, er zit natuurlijk ook allemaal oude meuk bij. Of tenminste oude meuk. Je koopt zo'n ding, je zet hem aan, je bent blij dat hij het gewoon doet. Maar ja, die zijn natuurlijk ook makkelijk te hacken. Daar gaan we straks over praten. Maar eerst een voorlichtingsfilmpje van de overheid. Van Hans de hobbyhacker. En ik vertel zo wel even waarom deze goede meneer Hans heet. Nou, Hans, kom er even in. Ik ben even aan het kijken of hier in de buurt wat te hacken valt. Inbrekers komen tegenwoordig niet meer gewoon door de voordeur binnen, maar via slimme apparaten. Hobbyhacker Hans snuffelt graag door andermans digitale bestanden. Dus Hans, jij bent de hobbyhacker? Ja, ik ben hobbyhacker. Ja, zeg maar Hans. Kijk, in zo'n buurtje als deze zijn altijd heel veel wifi-signalen. Dat kun je ook gewoon op je telefoon zien. En hopelijk zijn er dus ook een paar slimme apparaten die nog niet geüpdate zijn. Kunnen we lekker naar binnen kijken. Smart TV, babyfoon, draadloze deurbel, printer. Moet ook gebeuren. En waarom bekijk jij mensen hun privégegevens? Nou, wat ik er zo mooi aan vind, het is eigenlijk gewoon... je komt bij die mensen binnen en dan is het eigenlijk gewoon je ideale televisieavond. Hè? Je ziet hoe het met ze gaat, je ziet babyfoto's, vakantiefoto's, e-mail. Dus je leeft met ze mee en het is dan eigenlijk het leven volgen van mensen. Hey! Moet je kijken wat ik met licht kan doen. Kijk. Light hacking. Mooie techniek. Kijk, ik doe er niks mee. Dat zijn hackers met slechte intenties, die chanteren mensen met foto's, die stelen geld. Dat doe ik dus niet. Nee, ik laat altijd na afloop mijn flyertje achter met beveiligingstips. Beveiligen, dat is helemaal niet zo moeilijk. Gewoon even je apparaten updaten en dan zit je safe. Ik zeg maar zo, even je updates checken voordat ze je hacken. Dus, even je updates checken voordat ze je hacken. Kijk op doejeupdates.nl. Ja, dat was trouwens het ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties. Pieter Jansen, de CEO-directeur van Cybersprint. Had je deze voorlichting wel eens gezien of niet? Die hebben we wel eens gezien inderdaad, ja. Ja, wat vind je ervan? Waarschijnlijk heel effectief. Ik weet niet of het helemaal de bedoeling is. Maar... Nou ja, hij doet ook dingen helemaal niet mogen. Hè? Nee. Nee, dus, maar goed, het komt wel over bij het publiek. Dan denken ze, oh, zo'n webcam, dat moet toch niet zomaar kunnen. En het was zo grappig, de ECK die had mij gevraagd van, Chris, we gaan dit loslaten. We hebben een PR, marketingbureau, die kijkt of het publiek het leuk vindt. Maar kan jij even kijken of hackers dit eigenlijk wel gaan trekken? Want dat was een filmpje door met een hacker wat helemaal niet klopt. En we krijgen al die hackers over ons heen. In eerste instantie heette die Henk. Toen zei ik, dat moet je niet doen. En je weet waarom, hè? De zaak Henk Krol, die heeft toen zo'n ziekenhuis gehackt. Ja, dus dat moet niet Henk doen. Dus ik zei, doe maar Hans, dat is een veel voorkomende naam hier in Nederland. Maar ja, inderdaad. Hans de Vries, als je kijkt. Ik vond het gewoon te grappig om deze meneer Hans te noemen. Maar goed, Hans de Vries kan wel tegen een grapje. En misschien vind ik het juist wel leuk. Ja, Hans de hobbyhacker. Nou, vanaf nu af aan, als hij op het ministerie komt, zegt hey, Hans de hobbyhacker. Dus, maar goed, hiermee heeft de overheid dus geprobeerd mensen wijs te maken van al die apparaten. Moet je updaten? Nou, een van de belangrijkste adviezen is doejeupdates.nl. Is zorg ervoor dat je wifi-router of je modem, dat die goed geüpdate is en goed is ingesteld. Want als je daar achter staat, dan ben je een stuk veiliger. Nou, deze meneer laat zien, die modem is allemaal lek. Maar goed, of het geholpen heeft of niet, er is nog steeds heel veel lek. En daarom ben jij hier.
Nou, we kennen elkaar van verschillende projecten. Hack the Hake, je hebt je hoodie nog aan. Cybersprint, allemaal van die gave hacking events, veel CTF's. Maar nu in een nieuw project, ook weer met de gemeente Den Haag. En dat heet de Smart City IoT Monitor. Naast de gemeente Den Haag werkt het Openbaar Ministerie mee, de TU Delft. DVD natuurlijk, wij weer, de Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. En Zero Copter. Zero Copter die heeft ook heel veel hackers en zo die van alles nog wat checken. Wat is het project en hoe is dit begonnen? En natuurlijk de belangrijkste vraag, wat vinden jullie zoal? Ja, het zijn heel veel vragen bij elkaar, dankjewel. Het is begonnen met de gedachte Smart City. Den Haag wil graag daar voorloper in zijn. Heeft ook een testbed ingericht in Scheveningen Living Lab. En als je kijkt wat nu met Smart Cities gedaan wordt, de focus is heel erg op Internet of Things, meten, van op afstand meesturen. Toen wij bij de Smart City Conference in Barcelona waren, waarbij we de eerste ideeën ook presenteerden, toen viel het mij daar ook op. Dan zit je in een hall met echt honderden bedrijven. Die allemaal IoT hardware pushen, IoT management oplossingen, hele gave Chinese oplossingen waar je een complete stad kunt zien wie in welke ambulance zit en waar die heen gaat. Maar er is geen enkel bedrijf met security bezig ervan. Oh. Dus ja, dat was ook een van de aanleidingen inderdaad van de hele aanloop daar naartoe. Kijk, als je dan kijkt naar de stad Den Haag, vrede, recht en veiligheid, eigenlijk moet Jeroen hier staan. Ik ben nu Jeroen komt straks naar even via een verhaal vertellen. Vrede, recht, veiligheid. En dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat je burgers, je bezoekers van de stad zich ook gewoon veilig kunnen voelen daar. Ja. Als je kijkt naar IoT, specifiek smart city devices, maar ook ja, gewoon IoT-apparatuur die door consumenten aangesloten wordt. Ja, dan kom je wel eens dingen tegen als camera's op de openbare ruimte waar geen wachtwoord op zit. Nou, dat is een eventueel een privacy-inbreuk waar je als gemeente misschien iets van zou moeten vinden. Maar dat kan natuurlijk ook veel verder gaan. Denk aan de IoT-apparatuur die wat meer richting SCADA-achtige systemen gaat. Dus apparatuur waar je ook echt fysiek iets mee zou kunnen. Ja, dan wordt het al wat enger. En dan kan je op een gegeven moment ook, als je dat op wat grotere schaal doet, invloed uitoefenen op openbare veiligheid. Ja. Dus die twee drijfveren zijn heel belangrijk geweest voor de gemeente Den Haag om nou, mensen samen te brengen van hoe groot is dit probleem? En kunnen wij een manier bedenken om dit op te lossen voordat het misgaat? Ja. Ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is, want heel veel projecten zijn gericht op eigenlijk post-exploitation abuse. En ik zie gelukkig ook steeds meer beweging eigenlijk vooraf al die waarschuwingen gaan doen. Nou, we hebben het nu heel specifiek voor IoT hebben we dat ingericht. Ja. En het is net gelanceerd, begrijp ik. Eigenlijk vorig jaar bij de One Conference stonden met zo'n groepje samen al een beetje te filosoferen daarover. Lodewijk van Ziet, als je meekijkt, je was een van de gangmakers daarachter, zit nu ook in het project. Maar bij de One Conference vorige week werd het officieel gelanceerd. We zien hier ook de pagina die het dan groots aankondigt. En je hebt dus een dashboard ontwikkeld. Daar houden wij van als je scant, dat je één overzicht hebt met alle kwetsbaarheden. En in het dashboard staan momenteel 3200 kwetsbaarheden, heb je gevonden. Waarvan 2000 consumentenelektronica is. Dus dat zijn die webcams waarmee je naar binnen kan kijken. De Ring Doorbell, dat soort dingen. En 220 controlesystemen. Dus dat kan dus een zonnepaneel zijn, een gemaal, verkeers. Eigenlijk best wel heel spannende dingen. Dus bij het eerste zie je vooral de privacy issue. Bij de tweede zie je vooral het veiligheidsissue. Ja. Hier met het dashboard, je hebt het ook een beetje geblurred, zie ik bewust. Hoe dat zo? Het is toch wel gevoelige informatie. Dit is nog enigszins geanonimiseerd, maar alsnog is het niet zuiver om dat op straat te gooien. Nee. We zijn wat kijken hoe we dat natuurlijk op een responsive manier wel kunnen doen. Ja. Niet op straat gooien, maar publiceren. Ja. Maar wat zien we hier? Je ziet bolletjes en kleurtjes. Ja, je ziet eigenlijk bolletjes met gradaties van risico. Super kwetsbaar betekent rood. Dus dan zou je daar gewoon op naar binnen kunnen lopen. Mogelijk kwetsbaar. Dus we zien wel een loginscherm waar misschien wel op ingelogd zou kunnen worden. Voor je domotic systeem bijvoorbeeld misschien niet helemaal de bedoeling dat hij open aan het internet hangt. Nou, dan is hij nog niet direct exploiteerbaar. Maar meestal is het niet de bedoeling dat het aan het internet hangt. Ja, voor de mensen die thuis misschien niet zien, het is een beetje donkere kaart, maar dit is wel echt de kaart van Den Haag en vrij gedetailleerd. Dus als je uitzoomt, hoe gedetailleerd is het? Kan ik dan op die kaart zien van nou, hier bij de Lakenmanstraat nummer 23, daar is een lekker deurbel. Als het zo makkelijk zou zijn, dan is het probleem ook makkelijker op te lossen. Dus we maken gewoon nu gebruik van publiek beschikbare geo-informatie zoals die publiek te vinden is. Ja. Nou, daar zit je misschien meteen ook direct op het punt van oké, hoe kunnen we dit oplossen? Daar heeft de TU Delft heel mooi onderzoek ook naar gedaan. Je hebt dat zelf ook gezien, de presentatie erover van hoe zou je dat? Dat hebben ze samen met KPN gedaan. Ook dank Oscar die ook in de chat zat, zag ik.
Ook gewoon mensen opbellen. Via KPN in dit geval kon dat als onderdeel van het experiment. En dan ja, mensen bellen, helpen met het oplossen van het probleem. Nou, dat is een optie. Maar dat vind ik wel grappig. Er wordt dus gewoon gebeld. Ja, hoi met Hans. Ja, Hans. Hans de hobbyhacker. Uw camera is lek. Ik zie uw kind. Nou ja, dat schrik natuurlijk helemaal de tering. Hoe gaat dat? Ik heb het onderzoek zelf niet gedaan. We zijn aan het kijken of we dat kunnen herhalen. Op basis van de successen van TU Delft en KPN. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel verschillende reacties oplevert. Want ik zou zelf schrikken als mij dat overkomt. Maar goed, ja. Je maakt wel snel de klik shit als iemand die mij aan het helpen is. En ik was ook kwetsbaar, alleen gelukkig weet ik het nu. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook best wel heel confronterend kan zijn voor mensen die totaal geen kennis hebben van security. En die denken dat dit misschien een service desk is die aan het scammen is. Ja, ja. Waarvoor gewaarschuwd wordt. Maar hoe gaat het nu vervolgens opgepakt worden? Hè? Want dat specifieke project, hè, dat was een soort pilot. Van gewoon om te kijken van wat gebeurt er nou als je mensen gewoon direct meldt van hey, je bent lek. Nu wordt het dus vanuit een geografisch gebied alles gescand en alles wat gevonden wordt doorgemeld. Wie gaat precies wat doen binnen dat project? Ja, we hebben dat nog niet heel concreet uitgevoerd. We zijn nu in de pilotfase waar we aan het kijken zijn. Kunnen we bijvoorbeeld, en dat is nog helemaal niet vaststaat dat we het zo gaan of mogen doen. Dat moet natuurlijk allemaal gecheckt worden. Maar ja, Lodewijk is er ook bij betrokken. Die heeft ook bepaalde protocollen die zou kunnen inzetten. Als je het hebt over, er is daar een kwetsbaar apparaat. Ligt daar mogelijk data op straat of een stukje openbare veiligheid in het geding. Ja. Daar kan het Openbaar Ministerie ook wel mee doen. We zijn aan het kijken of de politie ook aan kunnen haken hierop. Dus er zijn denk ik heel veel manieren hoe het zou kunnen. Alleen voordat je zo'n stap zet, moet je het wel heel goed onderzocht hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk juridisch interessant, hè? Want eigenlijk schendt je iemand zijn privacy, maar je doet het om diegene te helpen. Nou, we hebben in Nederland inmiddels een behoorlijke jurisprudentie dat je best wel een beetje mag hacken om mensen te helpen. Maar in dit geval, als de politie het gaat doen, is het eigenlijk ook een soort slachtoffernotificatie, heb ik het idee. Zo zou dat ook kunnen werken. Je zou het kunnen zien als een misdaad die nog niet heeft plaatsgevonden, waarbij je in ieder geval alvast even de heads-up geeft van let op. Het zou wel mis kunnen gaan. Ja. Maar ook dat, ik vind het heel erg ingewikkeld vanuit privacyperspectief hoe dat zou kunnen. Ik ben geen expert privacy vlak, dus daarom is het belangrijk om goede mensen bij elkaar te hebben die dat kunnen. Ja. En misschien nog een goede toevoeging, er staat end of life aan het einde van apparatuur. Heel veel mensen denken er niet aan om een oude modem, wifi router, echt weg te gooien, af te voeren. Hmm. Maar die gaat vaak nog weer ergens anders voor ingezet worden. Maar dan kun je daar wel een interessante informatie uithalen. Precies, het heel veel interessante informatie inderdaad. En ook dat is heel belangrijk om dat goed in te richten. Okay. Nou, ik zie van alles op Jitsi gebeuren. Voordat ik daar naartoe ga, vraag ik even aan de techniek om te kijken of het qua geluid een beetje werkt. En wil ik aan Pleun nog even vragen om de foto's van jullie Barcelona-trip. Want het is natuurlijk een heel Nederlands project, hè, van lekker vinden en melden en dat soort dingen. Maar dan kom je dus in Barcelona, kom je op een grote internationale beurs. Ja. En wat je net vertelde, ze willen allemaal IoT verkopen. En dan staan die rare Hollanders, die staan dan met een stand van, hey, wij gaan lekker webcams opsporen en melden. Stands zeg maar in zo'n een complex van heel veel hallen in Barcelona. En we waren daar geplaatst naast de stand van Moskou. Oh. En het interessante was, ik ging vertellen over cybersecurity. Ik had een heel mooi ook de foto's recent van de OPCW-hack, groot op het scherm. Russen die gearresteerd worden. En daar sta je dan met naast. This is how the Dutch do it. Naast de Russische stand, die hadden gewoon echt helemaal geen aanloop, zeker niet in die periode. Die stonden vooral mee te kijken wat ik aan het presenteren was. Dat vond ze toch interessant. Ja. Nou ja, en vooral webcams natuurlijk. Hè? Want u heeft waarschijnlijk ook in het nieuws gezien een paar jaar geleden, dat de AIVD had dus in Moskou een aantal webcams gehackt. En die zagen daar dus de Russische geheime diensten een bepaalde kamer binnengaan. En vanuit die kamer werd het Amerikaanse Democratisch Congres net gehackt tijdens de verkiezingen. Ja, en dat kwam dus out in the open. En als je dan ineens tussen diezelfde Russen, die hadden zo, god, wat hebben die rot Nederlanders weer. Goed, nee, dat is wel even leuk om zoiets in de praktijk gaan. Ik ga even via Jitsi proberen of ik Jeroen Schipper, dat is de CISO, de Chief Information Security Officer van de gemeente Den Haag, of ik die erbij kan halen. En natuurlijk feedback, dus even kijken hoor. Zo, dan zet ik nu mijn microfoon aan en gaat die uit, als het goed is. Ja. En er zal altijd wel iemand zijn microfoon niet uitstaan. Dus hier zie ik iemand. Zo, dat kunnen we uitzetten. Oh, Frank. Oké, Jeroen, roep eens wat. Kijk hoe het werkt. Ja, volgens mij werkt het wel nu. Hey,
De gemeente Den Haag heeft dit opgepakt. Hè? We zien ook achter je Hek de Heek. We doen heel veel van dit soort projecten. Maar de IT Security Monitor, vertel. Ja, dat is een hele vrij brede vraag natuurlijk. Waar het uit voortkomt is dat we, waar je mee begon eigenlijk, Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid. Dat we dat ook zien als digitale veiligheid. Dat is iets wat je ook gewoon moet waarborgen voor je inwoners. Dus de burgers en de bedrijven. En wat wel opvallend is, is dat in de fysieke wereld hebben we natuurlijk heel veel dingen geregeld. Hè, voor kwetsbare mensen, voor dingen die gebeuren, risico's die burgers lopen. Maar in de digitale wereld is dat helemaal niet zo. Dus we zijn eens gaan nadenken een paar jaar geleden van hoe kunnen we dat nou doen. Ja, en zeker met de opkomst van al die IoT-devices zagen we daar wel een mooie kans om daar juist iets in te doen. Ja, ik zit ondertussen met Jitsi te kloten, want niet iedereen heeft zijn microfoon uitstaan. Hey Bart, je microfoon is uit voor je kinderen. Ja, oké, Bart staat uit. Hey, Jeroen, zou jij iets kunnen vertellen over de juridisch-ethische grenzen erbij? Dus je gaat toch bij mensen naar binnen kijken, OM doet mee. Burgers zullen aan de ene kant denken, nou dankjewel om ons geld, maar er zullen ook mensen zich rotschikken, denken, ja, waar bemoei je mee? Ja, dat is inderdaad wel een probleem. En vandaar dat we eigenlijk gezocht hebben naar partners die ons daarbij kunnen helpen. Om juist dat probleem uit te zoeken. Hè. We willen, ik zou bijna zeggen, de grenzen een beetje opzoeken. Hè, van wat mag nou wel, wat mag nou niet. Je noemde net zelf al dat we kunnen zien van wat nou echt hoge prioriteiten zijn. Hè. Dus OT-objecten die kwetsbaar zijn. Hoe kunnen we nou op een goede privacy manier, hè, dat de functionaris gegevensbescherming van de gemeente ook tevreden is, hoe kunnen we nou die mensen benaderen of die organisatie? Dat is ook de reden dat we het OM erbij hebben betrokken. Omdat die met name vanuit de criminele invalshoek natuurlijk kijken naar kwetsbare IoT-devices die gebruikt kunnen worden voor botnets bijvoorbeeld of voor andere doeleinden. Dus dat is wel echt bewust iets wat we willen gaan uitzoeken in dit onderzoek. Ja, want dat is natuurlijk weer een andere dimensie eraan. Als je webcam lek is, dan kunnen ze bij je naar binnen kijken. Maar als jouw webcam gebruikt wordt om te DDoS'en, dan is het meer collectief belang. Je merkt er zelf niks van, maar de rest van het internet wel. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar nog ineens bij stilstaan. Hè? We hebben heel veel ideeën en alles staat nog open om uit te zoeken. Maar we zijn er ook mee bezig. Van, ja, het hoeft niet alleen maar om Den Haag te gaan. Hè? Op het moment dat we iets dergelijks kunnen uitrollen, zo'n mooie landkaart met kwetsbare objecten of IoT-devices. Waarom zouden we dat niet doen? Waarom zouden mensen hun eigen IP-adres niet kunnen invullen of gewoon automatisch als ze inloggen, dat ze gewoon zien van, joh, ik ben wel of niet kwetsbaar? Een soort Haagse have I been pwned. Ja, en dan specifiek voor IoT-objecten of een show dan. Dan kom je al vrij snel. Je noemde net al, hoe ver kan je inzoomen, hè? Wordt dus iets van een bank gehackt. Diezelfde rare Haagse A van de hack. Ja. Dan heb je toch aan de lijn, hè? We hadden 3 jaar op rij Hack de Heek. Nou, ja. Vorige week hebben we een soort achter de schermen gekeken. Hè? Dat is geen groot hacker-event. Maar ook daar geldt natuurlijk, die lullen maar petje. Wat de hackers daar vinden, krijg je mee binnen. Dat wordt gepetst. Hoe is dat gegaan? Bedoel je het evenement zelf of waarom we dit jaar het niet hebben? Nou, dat we het dit jaar niet hebben, dat is logisch, vanwege COVID. Maar jullie hadden natuurlijk heel veel meldingen die nog afgehandeld moeten worden. Ja, dat is best wel lastig. We hebben nu van de, ik denk uit mijn hoofd, alle meldingen die we hebben. Hè, er zitten ook wat informatiedingen tussen, ruim meer dan 100. En daar hebben we nu 80% van opgelost. En wat je merkt is dat we met name in die eerste weken na Hack de Heek zijn hackers, die zijn nog topfit. We zijn zelf topfit en de leveranciers ook. En dan zie je dat er dus heel snel geschakeld wordt. Hè. We gebruiken dan het Zerocopter platform. Even snel met de researcher sparren van, joh, we hebben het denk ik opgelost. Kan je nog een test doen? Ja, het is opgelost. Klaar, dan is de fix gedaan. Nu merk je dat we wat hardnekkige kwetsbaarheden nog overblijven. Waarvan we niet zomaar kunnen zeggen, nou weet je wat, publiceer maar, dan zien we wel wat er gebeurt. Dan zijn er dus gewoon
Ja, dan zijn er dus gewoon leveranciers die bijvoorbeeld maar, omdat het een OT-object is bijvoorbeeld, maar 2 keer per jaar kunnen patchen. Of zeggen, ja, dat gaat gewoon te veel geld kosten, wie betaalt dat? En dan ga je dus een hele andere discussie voeren. Ja, en dat is goed begrepen, ook vaak kwetsbaarheden die buiten de gemeente worden gevonden bij andere gemeentes. En dat is helemaal ingewikkeld, want dan moeten jullie dus achter die gemeentes aangaan van, dicht het lek, want we hebben hier een hekje die graag wil zien dat opgelost wordt. Ja. Ja, absoluut. Ja, we hebben wel meer van dat soort dingen meegemaakt. Hè. De bekende die wel vaker als voorbeeld wordt gebruikt, wordt iets met printers. Dat is zo snel gegaan met het oplossen. Bleek dat de CVE was volgens mij 2 dagen ervoor gepubliceerd. Nou, wij hadden nog niet gepatcht. Mooie les geleerd. Maar bleek wereldwijd wel een probleem te zijn. Dus via het NCSC is toen de melding naar het CERT-team gegaan van het desbetreffende land. En binnen 3 werkdagen hadden we een werkende patch. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe het ook kan. Ja. In het begin zei ik al van, mensen kijken snel naar het NCC om alles op te lossen. Jullie kijken naar Den Haag, maar trek je de verantwoordelijkheid veel breder. Hè? Dus je bent een van de partijen die ook in het landelijk dekkend stelsel van een rol innemen. Nederland veilig te maken. Dus super tof. Jeroen, je komt straks nog even terug bij het volgende item. Dus tof dat je er bent. Leuk. Wil je nog iets over kwijt voordat ik je uitzet? Ik wil er heel veel over kwijt. Ik zou iedereen willen aanraden om even bij onze Responsible Disclosure of binnenkort CVD-procedure te kijken. Kijken of jullie nog wat kunnen vinden. Oh ja, we hebben toch nog een klein hekdeepje. Ja. Hey, ik zie Oscar in de chat verschijnen. Wil jij nog iets zeggen, Oscar? Ja, wat wil je dat ik zeg? Als het hartstikke goed is om... uiteindelijk aan CVD te gaan doen met z'n allen. Dat is belangrijk. Even iets harder praten, Oscar. Moet ik nog harder praten? Ik zeg, het is heel belangrijk om een responsible disclosure te doen. Ja, vind ik ook. Nou, dankjewel, Oscar. Nou, goed. Dankjewel, Oscar. Goed. Ik zet dit hier even uit, want ik word helemaal gek van ik hoor mezelf 3 keer terug. Briljant, nog een keer. Een eigen loopstage. Briljant, nog een keer. Ja, en ik vraag me af. Een eigen loopstage. Je het open hebt staan. Ja, en ik vraag me af. En de webstream. Nou, dan gaat hij helemaal ronddraaien. Nou, ik zet de microfoon uit, hoor. Doei. Goed, kan deze aan. Ja, wow. Nou ja, kijk, lieve mensen, dat is ook een beetje met de 1,5 meter evenement. Het blijft een beetje experimenteren. Hè? Bedoel, je ziet ook steeds meer evenementen. Ziet iedereen thuis achter een schermpje. Ja, het is een beetje saai. Of dat je meer vanuit de studio tv zit te maken. Maar ja, weet je, het is een hacker community. Dus we proberen een beetje van alles door elkaar te gooien. Nou, Pieter, je bent er nog steeds bij natuurlijk. Hack de Heek, volgend jaar weer, hè? Toch? Absoluut. Ja. Groter, beter, mooier. Groter scope. Zeker weten, ja. Ja, gaan we vanuit. Ja. Dus dan zijn we er weer. Nou, het is 27 september, geloof ik. Ja. Dus hackers die nu zitten te kijken en denken van, nou ja, ik wil eens laten zien wat ik kan. Er zijn ook prijzen te winnen. Hè? De most dangerous, de most sophisticated hack. Weirdest hack, weet ik wat allemaal. En natuurlijk eeuwige roem. Nou ja, of het dan fysiek wordt in het S-Palace, zoals we vorige keer hadden. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk virtueel wordt dat, hè? We gaan gewoon nu uit van fysiek. Ja. En we kijken tegen die tijd hoe we ervoor staan. Ah, gewoon 100 cubicles met spatschermen en dat soort dingen. Precies. Oké, goed. Hey, voordat we naar het volgende item gaan, wil je verder nog iets kwijt? Nou, misschien nog even een oproep. Als je dit gehoord hebt, dit project, en je denkt, daar kan ik iets aan toevoegen of ik heb ideeën, klop even bij mij of bij Jeroen aan. We zoeken echt naar oplossingen, heel concreet. Ik zie daar al een hand omhoog gaan. Ah, kijk eens aan. De Hogeschool Rotterdam kan wel helpen, ja. Ja, Diederik, de mensen thuis hoor je niet, maar Diederik die zegt van ja, dat was een project waarbij KPN, dat als mensen liepen te spammen, dat ze afgesloten werden. Dat was dus ook bij dat IoT-project van de TU Delft, dat als dan bleek dat bijvoorbeeld een camera of een printer of weet ik het wat heel raar liep te doen op het internet, dan hadden ze 3 smaken. 1, je krijgt een vriendelijk mailtje van KPN. 2, ze gaan het proberen te patchen op afstand. Ja, het is juridisch een beetje, het is natuurlijk wel heel handig, maar dat mag eigenlijk helemaal niet. Werkt wel het beste trouwens. Werkt wel het beste. Dat is eigenlijk het enige wat werkte. Want als ze afgesloten werden, dan gingen mensen dus bellen en dreigen hun KPN-abonnement op te zeggen.
Dus dat weet ik niet. Maar daar zijn we nog een beetje zoekende in. Hè? Je hebt dan iets gevonden, maar ja, hoe meld je dat een beetje overtuigend? Ja, dit is inderdaad het welbekende stoplicht, zeg maar. Ik liep er zelf ook wel eens tegenaan. Dus ik heb Oscar wel eens moeten vragen om even te helpen om weer open te zetten, zeg maar. Ja. Als je even een scriptje draait dat je te veel doet, dan ga je ook dicht automatisch. Ja. Maar ja, dat zou een oplossing kunnen zijn. Alleen, ook daar is weer de reactie van de provider bepalend. En dan heb je alle providers ook nodig om eraan mee te werken. Ja. Dan zie ik in de Jitsi-chat ook oproepen. Van, zijn jullie ook aangesloten bij IE2 werkgroep bij de overheid, waar onder andere RWS bij betrokken is? Weet jij dat toevallig? Nee, ik niet. Oké, het antwoord is nee. Goed. Graag even een pb'tje zo meteen. Ja, doen we. Hey, we gaan even een stukje muziek luisteren. Dan kan ik de boel even schoonmaken. En dan gaan we op naar het volgende item. Maar hartelijk dank, Pieter Jansen. Dankjewel. Bruno en Philip met heerlijke muziek tussendoor. Elge Jonker aan tafel. Kijkers. Nou is net Janneke weg. Is ja, die moest even iets regelen. Die komt zo weer terug. Oh, oké. Okay. Ja, Janneke is er ook bij. Die is ook bij Hektok aan tafel geweest. En Elge nu maar liefst voor de... Tweede keer. Derde keer inmiddels. Ja, zeker. Want bij de allereerste aflevering van Hektok stond je als een van de helden in de cybersecurity. Hey, ja. Omdat je toen het SHA had georganiseerd met nog 4000 hackers. En met wat toen heette faalkaart, ja. Daar hebben wij toen aflevering 6, het ging over open source intelligence,
We hebben hier nog een workshop gehad met verschillende hackers. Die gingen dan allerlei dingen zoeken voor jouw faalkaart. En omdat het nu gaat over niet lullen maar patchen, dacht ik, dit is een mooie gelegenheid om Elger even aan tafel te vragen. Nou, voor de mensen die hem niet kennen, binnen de hackerswereld Stitch. Dit is dus de jongen achter Stitch, zijn nickname. En nou, in het dagelijks leven ben je software developer, pentester. En is faalkaart inmiddels geëvalueerd tot basisbeveiliging.nl. Voor de mensen die het project niet kennen, we zetten de kaart even op. Het is dus een kaart van Nederland, waarop te zien is hoe kwetsbaar een gemeente is of niet. Het is een... OpenStreetMap was het toch? Is OpenStreetMap. OpenStreetMap. Ja. Dus dat zijn de geolocaties, zal ik maar zeggen. Ja, hier zien we hem. En... Nou, je hebt een lijst met de IP of de URL's, de domeinnamen van alle gemeenten in Nederland. Ja. En daar gaan een hele reeks scanners overheen. En hoe kom je aan die scanners en waar scannen ze nou eigenlijk op? Ja, het zijn echt heel veel domeinnamen. Niet alleen maar de bekende, zoals denhaag.nl, maar ook alles wat eronder hangt en wat we kunnen vinden. Ze publiceren zelf geen lijst, dus dan moet je zelf een beetje zoeken. Maar daar zijn wegen voor. Dus je hebt niet over één domein, maar honderden in dit geval voor Den Haag. Maar want dus dan niet alleen denhaag.nl/ en er komt iets achter, maar bijvoorbeeld ook cultuur.denhaag.nl. Ja, inderdaad. En zo hebben ze heel erg veel domeinen. En we scannen op alle dingen die je eigenlijk die met security te maken hebben en die je ook publiek mag maken. Ja. Dus die je gewoon kan publiceren, 100% transparant, zonder filters ertussen. Bijvoorbeeld of ze versleuteling toepassen als je naar hun website gaat. Of dat je met hun versleuteld en in vertrouwen kan communiceren via e-mail. En zo heb je dat ook voor FTP. En je hebt een aantal instellingen die men moet doen. Dat zijn ook vaak de modernere internetstandaarden. Dus je ziet dat ook achterblijvende gemeenten die niet zo op de cyber zitten, laat maar zeggen. Die zie je ook veel meer rood en slecht scoren dan de gemeenten die voorop willen lopen, zoals Den Haag. Dus je ziet echt een tweedeling tussen organisaties ontstaan. Van wie wil wel veilig zijn en wie doet er eigenlijk niet zoveel mee. Ja, want nog even over die scanners. Jij was een tijdje bezig en toen kregen we dus internet.nl. Ja, inderdaad. En dat is dus een lijst standaarden. Dus inderdaad over je certificaten, je e-mailinstellingen en al dat soort dingen. En dat maakt het eigenlijk nog makkelijker. Je zou er langskomen en ik denk, doe die scanner er gewoon ook overheen. Want daar hebben ze dus de pas toe leg uit lijst. Dus als je als overheidsinstelling, dus ook als gemeente, die standaarden niet toepast, dan heb je wel iets uit te leggen. Dus het kwam eigenlijk wel goed uit, hè, dat het ook... Dat was inderdaad een jaartje of twee geleden begon internet.nl. Wat zij doen is echt de techniek, en ook als volgens mij als enige partij ter wereld, de techniek die nodig is om ervoor te zorgen dat je kan checken of je wel of niet veilig bent, dat volledig openbaar en toegankelijk beschikbaar maken. En dat nemen we dus ook mee in zo'n basisbeveiliging. Ja. Dus we hebben internet.nl, Qualys, we hebben zelf een aantal scanners geschreven. Ja, en die stop je allemaal bij elkaar. We hebben er ook een van de Zweedse domein register om DNSSEC te checken. Dus ja, zo stop je die allemaal bij elkaar en die kan je rustig publiceren zonder dat morgen de databases van gemeentes of andere overheden op straat liggen. Ja, want het telt eigenlijk op tot een soort rating. Ja. En dan inderdaad groen, dan heb je alles helemaal 100% op orde. En rood, dan heb je toch wel iets uit te leggen, zullen we zeggen. Minimaal. Dan zullen mensen denken van, goh, is hier al voor de derde keer, gaan ze nou datzelfde item er nog een keer over doen? Kan ik niet gewoon Chris' boek lezen, want dan staat dat allemaal uitgeschreven. Nee, want Elgin consorten zijn al een tijdje bezig. En het begon als een vrijwilligersproject, heel veel tijd ingestoken om het gewoon zichtbaar te maken. Nou, toen ging dat ineens los, heel veel gemeenten gingen er ook serieus naar kijken. Gratis advies, benchmark, maar ook wel van, hoe kan het nou dat mijn gemeente zo slecht scoort? Toen heb je even wat steun gekregen van het SDN-fonds. Ja. Daar kon je wat uren in steken om in ieder geval die scanners beter te maken, kaart te updaten en al dat soort dingen. Maar gaandeweg nam het gemopper ook een beetje toe. Want er waren toch steeds meer gemeentes die dachten van, hey, potverdikke, dan sta ik daarop. En ik snap het ook niet waarom ik zo slecht score. Of ik vind eigenlijk dat, dan zeg je wel dat domein kwetsbaar is, maar er staat helemaal niks. Dus toen nam het gemopper een beetje toe. Dus toen dacht ik, voor deze avond doen we het even omgekeerd. Oh, leuk. Ik vraag de verschillende gemeentes van wat vinden we er eigenlijk nou van?
Ja, want ik ben zelf echt fan van dit project. Ik vind het echt een awesome project, omdat het door vrijwilligers is opgestart. En die kaart is gewoon een briljant idee. Maar een beetje rondbellend met verschillende gemeentes. Krijg je ook een kleur nou? Nou, inderdaad, want toen kwamen we op een gegeven moment met het volgende idee. Kaartfalen.nl. Kijk, we hebben dus een website opgezet. Hier, ik weet niet of je de URL kan zien. Vet. Kaartfalen.nl. Vet. Dus dat is een hetzelfde hetzelfde geoplatform wat jij gebruikt hebt. Maar dan kunnen de gemeentes die kunnen daar dus invullen in hoeverre ze het eens zijn met jouw score. Dus de groene gemeentes die zijn het eens met jou. En hoe roder de gemeente, hoe bozer ze eigenlijk zijn. Oh, wat goed. Ja, dus ja, dan krijg je eigenlijk een koekje van eigen deeg. Want ja, jij geeft wel ongevraagd advies, dat is gratis. Nu krijg je eens ongevraagd advies van de gemeente. Vet. Ja, ik ben wel een beetje bang eigenlijk. Nou, wat, dames en heren, we hebben dus dit niet geoefend. Het is gewoon een hele gemene grap. En je weet ook niet wat je te horen krijgt. Maar ik heb dus verschillende reacties gekregen. En ben ik klaar voor? Ja, vuurdoop, hè? Ja, oké. Nou ja, ik begin bij een algemeen argument. Niet van een specifieke gemeente, maar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Van meneer Remco Groet. Ken je misschien wel? Wel eens gesproken. Ja, wel eens gesproken inderdaad over faalkaart. Hij is nogal kritisch, dus daarom begin ik met hem. Ik vind dat faalkaart de aandacht afleidt van waar het echt om zou moeten gaan. Namelijk niet lullen maar petje, want ik had ook gezegd, deze aflevering heet zo. En ervoor zorgt dat hordes druk bezette mensen onevenredig voor aandacht moeten schenken aan wat ik maar vergelijk met kentekenverlichting van de informatiebeveiliging. Bovendien versterkt het concept het idee dat informatiebeveiliging iets vooral voor stoffige techneuten en nerds is. Iets mee moeten doen. Daar ben ik niet mee eens. Maar alleen maar onveilig zijn omdat zij hun huiswerk niet af hebben. Volgens hem zijn het dus mensen die hier last van hebben. Zo van ja, dan zijn we al druk bezig en dan staan we op die kaart en dan moeten we ineens kinderboerderij.nl met TLS voorzien. Ja, ik heb dat argument ook wel eens een keer gehoord bij iemand van het NCSC. Mm-hmm. En ik snap het wel, maar dat krijg je ook als je verandering teweeg brengt. Dan krijg je weerstand. En ik zie het toch een beetje als een soort van hygiënische maatregel. Ja. Het is heel leuk, maar je moet jezelf ook wassen. En dit zijn hele simpele dingen. En je mag verwachten dat je dit op orde kan krijgen. Ja. En je ziet ook dat de gemeentes zoals Den Haag en Amsterdam en zo, die hebben een paar keer per jaar dat ze zo'n sprint doen en dan halen ze alles weg. Ja. Dus het kan perfect. Ja, en het kost je tijd. Ja, en het zijn standaarden, het zijn afspraken, die zijn er niet voor niets. En het is het begin. En als je dat begin al niet kan, ja, wat moet ik dan verwachten van de rest? Ja. Ja, daarmee heet het nu ook basisbeveiliging in plaats van faalkaart. Ja, faalkaart was een soort schandpaal. Ja, was en nu is basisbeveiliging, dat klinkt veel vriendelijker. Ja, en er zit ook met de VNG's natuurlijk ook een beetje de uitdaging van de schaal van zo'n project. Dat gaat voor gemeentes, ze hebben 9000 websites minimaal. Mm. Dan heb je dus 10 checks per die. Dus je hebt 90.000 meetpunten eigenlijk voor alleen al de gemeente. Als je dat vergelijkt met hoe de VNG dingen aanpakt, bijvoorbeeld, zij hebben een projectteam wat IPv6 op websites moet hebben. Zij willen alle gemeentes op IPv6 hebben. Hartstikke goed initiatief. Maar zij hebben gezegd alleen de hoofddomeinen. Dus dat zijn er ongeveer 500, grofweg. En daar hebben ze 3 FTE'ers op zitten. Ze hebben 3 voltijd mensen om 500 websites om te zetten naar iets beter, weet je wel. Terwijl, dit zijn 90.000 meetpunten, dus eigenlijk zou de aanpak heel anders moeten zijn. Het moet veel meer op de techniek en veel meer automatisch. Want je wil ook niemand aandoen dat hij de hele dag gaat bellen met hallo, je TLS is niet goed. Zou je... Want even voor de goede orde, jullie zijn met z'n vieren, doen de deeltijd. Een paar uurtjes per week of zo kun je maar aan besteden. Terwijl bij een gemeente hebben we al een aantal FTE's om het op te lossen. Dus de getalsverhouding is wel zodanig dat dit gratis advies, daar moeten ze dan eigenlijk iets mee kunnen doen. Ik ben een optimistisch mens. En in dit citaat lees ik eigenlijk ook weer iets heel positiefs. Namelijk dat het ervoor zorgt dat hordes druk bezette mensen onevenredig veel aandacht moeten schenken. Er wordt dus naar geluisterd. Dat vind ik op zich al winst. Want heel vaak als hacker, als je iets vindt, ja, vaak word je gewoon genegeerd. Maar hier blijkt dus dat ze nemen het echt fucking serieus. Ja, het werkt dus echt. Dat is het leuke aan het project. En dat was ook vanaf het begin af aan al de reden ook van SCDN om te zeggen, hier heb je een zak geld, regel dat het er komt. Ja. Maak het maar.
Ja. Ja, dat hebben we gelukkig kunnen doen. Ja. Alleen dat is op, dus mocht iemand in de IT heel rijk zijn geworden. Internet Cleanup Foundation. Ja, dat ja. is hem. Oké. Okay. Goed, dan gaan we naar de meest rode gemeente. Even de kaartfalen er nog even bij om te kijken van wat de meest rode gemeente is. En dat is Appingedam, blijkt dat te zijn. Dat was wel grappig, want ik was laatst met mijn vriendin op pad. We gingen naar Groningen. En als je thuis kijkt, hey lieverd, hoi. En toen namen we even een afslagje om een patatje te halen. En toen waren we dus in Appingedam. En toen reden we daar door de straat en ik zeg tegen mijn vriendin... Ja, volgens baasbeveiliging.nl is dit de meest onveilige van Nederland. Toen dus zeg je nou een beetje zo om zich heen kijken van, hoe, wat gebeurt hier dan allemaal? Zo, ja, online hoor. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Maar dus hun heb ik een mailtje gestuurd. Ja. Gewoon info@appingedam.nl. En het is best een lang verhaal, maar ik vind hem gewoon zo mooi oorspronkelijk hoe deze mevrouw reageert. Ik ben benieuwd. Dat ik hem eigenlijk helemaal ga voorlezen. Ja, ja ik ga okay. Nou, de mensen thuis is het vervelend, vind ik wel even koffie zetten, maar ik vind het gewoon cyberpoëzie wat we nu te horen krijgen. Jacqueline Nauta, zij is communicatieadviseur bij de gemeente Appingedam. De website baasbeveiliging.nl wil laten zien hoe de overheid veiligheid toepast op haar websites. Daarop is te zien dat de gemeente Appingedam niet goed scoort. Nou, niet goed. Zegt hier verreweg het allerslechtste. Vraag wil ik daar uitleg over geven, omdat het de indruk zou kunnen ontstaan dat de gemeente de baasbeveiliging niet op orde heeft. Maar dat is hier zeker niet aan de orde. Onder het appingedam.nl domein bestaan op dit moment meer dan 100 subdomeinen. Een aantal van deze subdomeinen zijn daadwerkelijk van de gemeente Appingedam en worden ook door ons gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan www.appingedam.nl, de website, of afspraken.appingedam.nl, de mogelijkheid om een afspraak te maken. Jo. Het grootste deel van de subdomeinen is echter niet in eigendom of beheer van de gemeente Appingedam. Deze subdomeinen zijn in het verleden uitgegeven door onze toenmalige leverancier aan diverse derde partijen in Appingedam, die ook graag een appingedam.nl toevoeging willen hebben. Het is dus populair. Ja, is goed. Waarschijnlijk onder hackers. Mag ik ook één? Ja. Ja, inderdaad. Basisveiligheid.appingedam.nl. Ja, okay. Maar voor de duidelijkheid. Die subdomeinen die bijvoorbeeld al lang niet meer gebruikt worden en niet van de gemeente Appingedam zijn, staan nog wel gekoppeld en ogen als slecht beveiligde sites. Maar dat heeft niets te maken met de basisbeveiliging van de gemeentelijke omgeving. Die is op orde. Nou, nu komt het. En daarom vind ik dit gewoon een geweldig verhaal. Op dit moment nemen we alle domeinen, inclusief subdomeinen, onder de loep. Subdomeinen zonder actieve diensten of die alleen als doorgeefluik fungeren, zijn opgeheven. Dit houdt verband met de herindeling van de gemeente Appingedam op 1 januari 2021. Alle domeinen van de gemeente worden verhuisd naar één nieuwe provider en er komt een nieuwe website voor de nieuwe gemeente. S-Delta. Eems-Delta. Oh, Eems-Delta, oké, okay. Die had een lettertje. Eems-Delta gaan ze heten. Dus voor de niet-gemeentelijke subdomeinen waar nog actieve diensten achter draaien, zal een passende oplossing worden gezocht. Wij verwachten deze actie zo snel mogelijk te voltooien. Nou, mooi toch? Want het is achterstallig onderhoud, maar de gemeente krijgt gewoon een andere naam. Ja. Dus zij hebben gewoon gewacht met het fixen van het wordt straks toch allemaal Eems-Dam. Ja, ik ben heel aardig hoor. Ik zou gewoon Appingedam ook nog bij Eems-Dam zetten, want dat zie je vaak. Ja. Elk jaar gaan er een paar samen en dan vergeten ze, oh ja, we hadden vroeger ook wat domein. Maar die gok er gewoon bij. Ja. En als ze dan echt uit de DNS zijn, dan verdwijnen ze ook automatisch. Ja, maar dat zullen ze hier niet doen. Nee, maar Appingedam.nl zullen ze waarschijnlijk nog 10 jaar houden, want er zijn genoeg oude verstokte mensen die daarheen gaan surfen. Oh ja, dus dat doorroute naar... Ja, dat gaat gewoon gebeuren, maar... En waarschijnlijk ook de belangrijkste subdomeinen. Maar waarschijnlijk zal CDA.appingedam en al die andere politieke partijen die ze erop hebben zitten. Ja, die domeinen die gaan gewoon weg en die gaan gewoon op hun eigen huisje verder, denk ik. Ja. Maar ik wil het dus toch wel even opnemen voor deze mevrouw. Je zit dan dus met een gemeentelijke herindeling. Je weet, we krijgen een nieuwe naam. En nou ja, het wordt dus allemaal, het hele domein wordt bij één provider ondergebracht. Dus dat is al winst, hè? Ja. Dus dan kunnen ze daar zeggen van, nou, zorg ervoor dat je het fixt, zo.
En dat ze dus al die andere dingen gaan uitfaceren. Hopelijk wordt dat dan hupplepupapkendam.nl. Dus alleen maar doorrouten en dat er verder geen enge akelige spullen achter staan. Verwachten wel, ja. En verwacht ik dus dat na de gemeentelijke herindeling, na 1 januari 2021, en ze één provider hebben, dat Appingedam dus de nieuwe nummer 1 wordt op paasbeveiliging.nl. Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Wat vind je van deze reactie? Ja, ik vind hem leuk. Ik krijg vrij vaak het verhaal van, ja, dat is niet van ons. Ja. Interessant. Maar ja, weet je, het zijn er 9000 en we gaan niet 4 mensen in dienst nemen om die administratie te doen voor al die gemeenten. Nee. We keren het dus om en je ziet dat dat ook perfect werkt. En soms duurt het wat langer, maar het is in ieder geval op de radar en er wordt aan gewerkt. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Nou, ik had nog 1 gemeente op kaartfalen.nl die heel mooi groen kleurt. Zet hem even op. Ik zal hem ook opzetten, kaartfalen.nl vanavond. Dus de gemeente die het best scoort op kaartfalen.nl, die is mooi groen is, dus die eigenlijk helemaal eens is met wat jullie zeggen, dat is de gemeente Zeewolde. En waarom zou die gemeente nou zo goed scoren op kaartfalen.nl? Ja, die hebben wel eens iets met hackers. Ja, hè? Nou, weer voor de mensen thuis. 2017 hadden we dus het hackerkamp SHA, waar elke een van de leidende personen was. En nou ja, daar hebben we dus alles een beetje in die omgeving een beetje getest, hè, tot en met brandweerauto's aan toe. Dus ik denk dat dat wel iets te maken heeft met dat ze daar nu super veilig zijn. Het enige wat nog niet zo veilig is, dat is geo.zeewolde.nl. Hoe zou dat kunnen? Of hebben jullie dat in de lucht gebracht? Nou, dat zie je wel vaker, dat de geografische de omgevingsdiensten en bestemmingsplannen, daar dan denken ze van, ja, dat moet openbaar zijn. Dus dan hoeft er geen HTTPS op. Dat zie je vaak. Dat is natuurlijk niet hoe het werkt, want je wil wel zeker weten dat hetgene wat je stuurt ook hetgene is wat een ander ontvangt. Dus daarom zou je HTTPS zou willen. Ja. Die zie je vaak goed. In dit geval, wat zou het zijn? Ik denk dat ze 1 HTTP-header, de HSTS-header, niet goed hebben gezet. Ja, oké. Okay. Nou, als we daar in 2021 weer zijn in Zeewolde, dan zullen we even 5 minuten werk en anders doen wij het voor ze. Ja, doen we dat. Nou, fixen het gewoon on the spot. Ik heb uiteraard nog 1 gemeente voor jou in de aanbieding. Niemand minder dan de gemeente Den Haag. Onze CISO Jeroen Schipper. Hem had ik dus ook vooraf gevraagd van, goh, wat vind je er nou eigenlijk van? En Den Haag heeft blijkbaar op baasbeveiliging.nl ook nog een aantal dingen staan. Nou, ik ga even kijken of het werkt met Jitsi. Dan moet ik, als het goed is, de microfoon uitzetten en de geluid hier aan. Jeroen, kun je erin komen? Ik probeer nog even te luisteren wat je nou zei, maar... Ja, nee, we hebben natuurlijk wat vertraging op de webstream. Maar ik heb net het item met Elko gedaan. We hebben verschillende gemeentes gehad en daar de reacties gehad. Even jouw reactie, van denhaag.nl, een aantal serieuze applicaties op baasbeveiliging.nl, de grootschool. Verklaar. Verklaar. Nou, allereerst natuurlijk hartstikke mooi initiatief. Ik begrijp soms wel het gedoe wat het oplevert bij andere gemeenten. Even wat corrigeren. Je zei, hè, veel gemeenten hebben een paar FTE's om dat op te lossen. Nou, die zijn er niet hoor. Ook bij ons gaat het maar om een paar mensen. Maar we doen ons best. Het is een heel positief iets, basisbeveiliging. Maar soms voelt het wel eens als een soort stok tussen je spaken. Of dat je met je broek op je enkels betrapt wordt. Omdat ik het altijd op de meest slechte momenten krijg ik het terug. En dat is meestal in het weekend. Dat is weer dat er een mailtje naar een wethouder gaat. Of een andere bestuurder binnen de gemeente. Die gaat eens kijken. En die zit in 1 keer, in dit geval nu 8 rode scores. Ja, hoe zit dat? En dan kan ik in het weekend weer gaan uitleggen dat we ermee bezig zijn en dat eraan gewerkt wordt. Dus dat is soms wel eens het vervelende van deze site. Maar ja, we nemen het natuurlijk wel gewoon serieus. Hè? De dingen die erop staan, ik zie dat er nu 8 staan. Van de week waren het er nog 4. Ja, dat is terecht. We hebben wel best wel wat wensen op dat gebied. Hè? Ik bedoel... Het heeft soms best wel lang geduurd en dat gaat nu wel een stuk beter, dat wij bepaalde zaken neerleggen. Van, joh, volgens ons klopt dat niet. Hè? We hebben een aantal sites die met Microsoft gekoppeld zijn, waar certificaten op staan.
ja, die zijn niet voor buiten benaderbaar. Dat gaat alleen maar om interne controles van Microsoft. Ja, die staat dan daar als rood en die kunnen wij nog ineens oplossen. Dus dat maakt het best wel lastig. Maar hoe zou Elgin zijn scans kunnen verbeteren? De validatie, dat ook echt iets is. Of nou, is het eigenlijk niet te doen op deze manier? De echte wens, hè, en dan heb ik het over de mensen die dan bij de gemeente Den Haag in de operatie zitten van security, die dit soort dingen dus proberen op te lossen, hè, via collega's binnen de gemeente, want er werken zo'n 12.000 mensen. Dus wij moeten dat via verschillende diensten doen. Maar dat is gewoon een knop van doe een hertest en dan word je in een queue gezet en dan een uur later is het gefixt. En soms duurde dat weken of maanden, terwijl wij dachten, ja, maar het is gefixt, laat nou dan ook de huidige status zien. Dus dat zou de grootste wens zijn. Maar als het goed is, heb je op basisveiliging.nl nu onder je rapport een knopje kun je reageren. Ja, die hebben we heel vaak gebruikt. Oh. En dat weet Elgar ook wel. Ik mailtjes met veel emotie erin op een gegeven moment als je na maanden geen reactie krijgt. Elgar die kan natuurlijk niet gaan. Hey. Ja, toch, ik heb ze gelezen. Wat we hebben gezien is, we hebben een paar uurtjes per week om dit te fixen en dat is eigenlijk het grootste probleem. En we hebben onlangs, ik denk een maand of twee geleden, het hele scanplatform omgegooid, zodat het in ieder geval meer actueel is. En elke vrijdag behandelen we gewoon alle mailtjes die binnenkomen met uitleg, zolang het er niet te veel worden, want dan wordt het te gek natuurlijk. En dat is misschien die vrijdag, dat we allerlei dingen op vrijdag doen, is misschien de reden dat je in het weekend werkt. Dus you're welcome. Maar daar is wel echt veel te verbeteren en dat willen we ook. Alleen we lopen ook tegen de muur aan van we willen wel meer, maar er is wel tijd voor nodig om dat te kunnen doen. En de vrije tijd is niet voldoende. Dus alle ideeën die we kunnen vinden om dat te doen, laten we zeggen, we zouden ook een ideal transactie bij een herscan kunnen doen, maar dat is eigenlijk allemaal niet oké. Het moet op een manier gaan die goed werkt en waar iedereen blij van wordt en dat je snel updates hebt. Want dan, dat geeft ook de meeste rust voor iedereen. Ja, nou ja, kijk, wat wij ook zien is, kijk, we hebben natuurlijk zelf ook een platform waarbij wij onze footprint vanaf buiten bekijken. En dat matcht ook niet met wat er op basisbeveiliging staat. Sommige dingen wel, hè. Vaak zien we veel meer nog. Maar het zou mooi zijn als je gewoon afspraken kan maken met leveranciers en met jullie zoals basisbeveiliging, dat je allemaal dezelfde normen gaat hanteren. Dat klopt. En zeker bij diensten zoals Microsoft en zo zie je dat we moeten dat nu programmeren dat het automatisch wordt uitgelogd of uitgelegd voor 250 gemeentes. Dus moeten we, want anders, ja, dat kan je ook niet met de hand gaan doen. Want dat wijzigt ook elke week. Dus dat zijn van die dingen die moet je op zo'n manier doen dat de comply or explain eigenlijk de standaard wordt voor iedereen. En dat is eigenlijk wel een weg die we nog moeten lopen. En dat moeten we met z'n allen doen, denk ik. Jeroen, schrik niet, ik pak de laptop even terug. Ja. Dan duidt jouw beeld ineens helemaal. Hey, ben ik weer. Toen dit begon, baasbeveiliging.nl, of toen het nog faalkaart heette, hadden jullie van de 4G, de vier grote gemeentes, hadden jullie een soort wedstrijdje van wie er als eerste op één kwam. Hoe is dat afgelopen? Nou, liever niet op één. Ja, dus ja, dat is van de meest veilige gemeente. Dan ben je Appingedam, maar... Nee, er was geen wedstrijd. Nee, het is wel dat wij natuurlijk als grote gemeente naar elkaar kijken, omdat wij vergelijkbare hoeveelheden systemen hebben. Dus daar kan je een soort benchmark van uithalen. Dus dat zou ook iets moois zijn natuurlijk, hè? Dat je kan vergelijken met eenzelfde type gemeente. Hoeveel inwoners heeft de gemeente en hoe doen we het? Dat is een andere ranglijst. Ja. Oké. Okay. Maar we hebben heel veel ideeën. Zijn er nog andere CISO's die nu in de ITC zitten van bijvoorbeeld Appingedam of... Andere gemeentes? Nee? Oké. Voor de mensen thuis, als ik het gemist heb, hektok.bit.nl en dan / meekletsen bij Hektok. En dan rol je eigenlijk gewoon deze Jitsi-server in. En dan kunnen ze mee. Dus als u later nog iets heeft, dan kunt u dat zeggen. Goed. Nou, ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk kritiek te mobiliseren. Oh, dat moet ik maar even uitzetten. Ik sta nog. Even kijken. Ja.
Ja, inderdaad. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk kritiek te mobiliseren vanaf de andere kant. Eigenlijk een beetje op de manier zoals jij dat doet. En kaartfalen.nl, dat bestaat natuurlijk niet. Maar misschien dat we bij de IBD of de VNG nog wat funding kunnen krijgen om dat te doen. Maar ik vind eigenlijk dat die funding gewoon direct naar jouw stichting toe moet. Dus Internet Cleanup Foundation, dat is eigenlijk de club daarachter. Want deze kaart die nu gemeenten in kaart brengt, brengt inmiddels ook andere organisaties in kaart. Hè? Ja, dat klopt. We hebben, we meten al een hele tijd de rest van de hele overheid. En dat kan allemaal op een transpeebakje van 50 euro per maand, dus dat kan je nagaan. Maar dat is zoveel mogelijk van de overheid als dat we in één keer kunnen van één databron kunnen halen. Want anders dan wordt het te gek als je het met de hand doet. Daar zijn al mensen die bij het, weet je nou, er is een dienstpubliek, een communicatie waar ze dat al doen. Alleen die zijn nu even druk met de coronazaken, dus dat moeten zij eerst maar even doen. Dat heeft toch echt prioriteit. Gemeenten en ook cybersecuritybedrijven. Oh, dat is wel interessant. Ja, die is nog niet publiek. Je kan er wel naartoe als je de juiste link weet. En daar zie je een kaart van Nederland met alle bekende securitybedrijven, alle privacyplatformen en alle voorhoeders van beter goed internet. En hoe ze het dus zelf doen? En hoe ze het zelf doen. Ja, want als zij het niet doen, dan kunnen we beter gewoon meteen maar stoppen. Ja. En het nieuws is dat 10% schoen. Ja. En de rest niet. De rest niet. Dus. Hoe doet Hector.nl het? Heel slecht waarschijnlijk. De helft rood, de helft oranje, maar het zijn ook maar twee domeinen. Dus, het anti-abuse platform wat er vanavond is, die is groen. Kijk. NCSC is groen. En DIVD natuurlijk. DIVD is groen. Ja, ja? Ja. Oh, kijk, we zijn sinds afgelopen week ook groen, want ik had verwacht dat je die ging laten zien. Dus we hebben ook wel even heel hard allerlei gekke dingen gedaan met certificaten en zo, zodat het weer helemaal strak groen is. Ja. Dan zie je hoeveel moeite het kost. Nou, het was verschrikkelijk. Ik denk dat ik er 2 uur mee bezig ben geweest. En Johan, een van de mensen die meehelpt, is ook denk ik ook 2 uurtjes mee bezig geweest. Dus, en heb je dat al? Ja, dat was het al. Dat was cool. Het. Nee, want de kaart zelf en de scanner, dat is allemaal open source. Ja. Dus als je dat zelf wil gaan doen en je denkt van ik doe bijvoorbeeld alle goede doelen in de wereld. Of ik wil gewoon alle hobbyclubs. Alle nieuws, we zijn nu aan het kijken met een partij Make Media Great Again. Ja. Om alle nieuwsites ter wereld te doen. Ja. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Of politieke partijen. Dan kan ik zien of de Democraten of de Republikeinen het beter doen in Amerika, weet je wel. Ja. Dus daar zijn best wel leuke projecten nog mee te maken. Ja. En ze hebben dus ook allerlei instructionals op YouTube staan. Dus dan zie je van hoe je het moet downloaden, hoe je het installeren. Dat je ondertussen nog een potje patiënt kan spelen. Ik heb een gek gelachen om die instructionals. Die zijn op zich wel leuk om te zien. Dus, nou, dit is weer zo'n geweldig project uit de hackerscene. Maar het allermooiste project moet natuurlijk nog komen. MCH 2021, 8 tot 13 augustus in Zeewolde. We hebben al proef gedraaid in augustus met een paar mensen en een tentje in de regen om te kijken van, nou, kan dit überhaupt? Nou ja, ik denk niet dat het tegen die tijd een groot evenement komt, maar er komt in ieder geval iets. Ja. En dan ben je er ook weer bij, toch? Ja, we zijn echt keihard mee bezig om ervoor te zorgen dat het gaat. Ja. We hebben heel goed contact met de gemeente en die zijn helemaal hartstikke blij dat we überhaupt willen en zo. Want ze waren de vorige keer heel aangenaam verrast. Ja. Dus we hebben echt wel punten mee en de gemeente die meedenkt om het voor elkaar te krijgen op een veilige en verantwoordelijke manier. Ja. Ja, en we zijn nog 300 dagen weg van het evenement. Dus ja, we gaan ervan uit dat er maatregelen zijn. We weten nog niet welke. Maar als het een zomer wordt zoals dit jaar, ondanks alle narigheid en zo, dan zou het kunnen. Ja, en wel geoefend. En nou ja, hackersvertrouwen, die vinden altijd wel weer een weg. Dus ben je hacker, doe mee. MCH 2021 en wij zijn er heel veel bij. Dankjewel. Och Jonker. Goed, lieve mensen. Ja, dit is natuurlijk een webstream, dus je hebt ook mensen die nu ineens hier binnenvallen en denken, wat de fuck is dit nou? Hoi, welkom bij Hacktalk. Ik ben Chris. We gaan over lekker melden, niet lullen maar een petje. En we doen steeds blokjes van één onderwerp met muziek tussendoor. Overigens nog even over MCH. Ik ben naar de coördinator muziek, dus ik hoop dat jullie volgende keer ook komen bij MCH om mee te spelen daar dan. Maar eerst even een lekker tuentje en dan kan ik de boel er even ontsmetten en wat te drinken halen. Tot zo!
oh, daar was het alweer. Oh, hey Frank, kom er even bij. Ja, nee, ik dacht, ik ga nog even Twitter checken. Daar heb ik helemaal niemand voor, maar dus hier waren ineens klaar. Maar nee, dat is prima. We gaan gewoon door. En ja. The show must go on. Show must go on. En nou, Frank Breedijk, die is altijd klaar. Hè? Je bent niet anders gewend dan dat je altijd snel moet schakelen als er wat is. De CISO, de Chief Information Security Officer van Schubert Phyllis. Dat is een IT-bedrijf wat gewoon al dingen superveilig doet. Nou, daar ben je dan de CISO van. Maar dat is niet waarom je hier bent. Je bent namelijk de manager van het security meldpunt van DIVD. U ziet aan de t-shirts, Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dat als wij scannen, dingen vinden, dan zorg jij ervoor dat het doorgemeld wordt. In dit blokje doen we eerst een update van het lopende onderzoek van DIVD. En dan halen we Victor er even bij. Victor, ben je er nog? Victor? Ik hoor wel een hele lange loop in de achtergrond. Dit blokje doen we eerst een update van het lopende onderzoek van DIVD. Nou, dan wachten we even tot Victor er straks bij komt. Victor is de voorzitter van DIVD en een van de mensen die heel veel scant en meldt. Voor de mensen die DIVD niet kennen, we zijn nu precies 1 jaar oud. Hè. We zijn 1 oktober zijn we gelanceerd tijdens de WAN-conferentie. En we hebben inmiddels 10 onderzoeken gedaan. Kun je even een korte schets geven over hoe we er momenteel voor staan? Want er zijn mensen die scannen, maar ja. Jij beheert het meldpunt. Nou, bij het meldpunt komen we in actie als er grote kwetsbaarheden zijn. Als er dus, om in thema te blijven, als er dus veel oliebollen zijn. Het regent gehaktballen bij ons, het regent oliebollen. Als het oliebollen regent, dan komen wij in actie. Of als het dreigt oliebollen te regenen. En dat begint vaak met een discussie op ons eigen chatplatform, waarin iemand zegt van, hey, ik heb iets gezien, dit kon wel eens wat worden. Dan gaan we het in de gaten houden, dan gaan we kijken, is dit iets voor ons, kunnen we er wat mee? Want bijvoorbeeld een van de laatste grote incidenten waar ik bij Schubert wel mee te maken had, maar waarbij we met het meldpunt en met DIVD niet zoveel konden doen, was bijvoorbeeld Zero Logon. Trucje waarmee je op een domeincontroller zonder credentials te geven, dus zonder gebruiksnaam en wachtwoord te geven, toch zomaar in een domeinadmin kon worden. Heel vervelend als het misbruikt wordt. Niet te scannen vanaf de buitenkant. Dus dan kom je niet verder als een informatiedienst. En dat is een functie die het NCSC en de DTC eigenlijk gewoon heel goed doen. Dus daar hoeven wij ons niet ook nog eens een keer mee bezig te houden. Is het wel spannend, dan gaan we in actie komen. En dan begint het met een vrijwilliger die zegt, nou, hier kan ik wel wat mee, hier kan ik voor scannen. Ja. En dan komt het bij ons terecht. En gelukkig is dat, is dat de laatste tijd wat rustiger. En dat is, dat is saai, maar goed nieuws. Ja, sorry, ik zit even op Jitsi te kloten om Victor aan de praat te krijgen. Hebben we dat 10 keer geoefend. En om een of andere reden komt hij er niet doorheen. Zet in ieder geval je ja, inderdaad, een mooie faalkaart. Zet even je camera aan, Victor. Dan hoor ik je wel. Jeroen, kun je alsjeblieft op mute? Kan je die CISO even mute, alsjeblieft? Thanks. Hallo? Hallo? Hallo. En even iemand heeft een. Even iemand zijn geluid aan de oortjes niet in. Hey, Jeroen. Ja, Jeroen is nu gemuut. Je hoort mij dubbel. Oké, nou dan gaan we het zomaar doen, hè? Hey, en we zien jou niet, Victor. Je ziet mij niet. Nee. Achter wel, hoor. Oh. Dan moet iedereen lachen, want je zag eerst achter me wel, maar op mijn laptop niet. Sorry. Hetzelfde truc even andersom doen, dan zien we je wel op het scherm. Ik zou niet weten hoe. Oh, daar ben je weer. Ja, kijk eens aan. En dan heb je toch aan de lijn, hè? Is het een beetje te zien vanaf daar? Een beetje, ja. Ja. Het is goed zo. Ik kan het beter volgen dan op de livestream, dus dat is prima. Ja? Ja. Oké. Nou, weet je wat, anders doen we het gewoon zo. Ik hou even mijn waffel, want we worden helemaal gek van de feedback loop hier.
Kun je even een update geven over hoe het ervoor staat met DVD-onderzoek? Ja, ik heb niet kunnen verstaan wat Frank al heeft verteld, maar we hebben in de afgelopen jaar, hè, want we zijn sinds 1 oktober vorig jaar zijn we begonnen, zijn we net iets meer dan een jaartje oud. We hebben 10 cases hebben we te pakken, waar aan het aantal toch wel hele interessante tussen zitten. Dankzij zoveel de vrijwilligers die daarmee hebben kunnen helpen, een aantal onderzoekers die hebben kunnen scannen en meteen die bulk data kunnen doorzetten naar het security meldpunt, waardoor het eigenlijk mogelijk was om heel veel belangrijke issues zo snel mogelijk op te pakken, waaronder uiteraard afgelopen jaar Citrix hebben we gehad en Pulse VPN. Dat waren toch wel twee hele nare die toch wel heel veel aandacht nodig hadden. Zeker binnen het Nederlandse netwerk, binnen het Nederlands gedeelte van het internet, maar daar ook buiten. Het grappige is dat het nu qua grote kwetsbaarheden een beetje afgelopen is, maar daardoor blijft het toch een beetje doorlopen allemaal. En we zien dat eigenlijk met de IRK, als er kwetsbaarheden zijn opgelost, dat er toch andere partijen daar misbruik van hebben gemaakt, waaronder bij Pulse VPN. Waar er toch van 900 enterprise VPN's wereldwijd de credentials waren van afgesnoept. En die werden verkocht door Russische hackers. En als je dan daar in die data gaat zitten graaien en zoeken, dan kom je er toch weer Nederlandse servers tegen die wij het eerste keer niet hadden gezien bij het scannen. En daardoor is het dan ook wel interessant om eventjes te kijken van joh, hoe loopt dat nu? Kunnen we alsnog deze partijen bereiken? Hoe kan het dat wij ze eerste keer niet hebben gezien? Welke partijen hebben we wel kunnen bereiken en welke hebben dan niet gereageerd? En dat is eigenlijk een beetje waar we nu mee doen zijn. We zijn eigenlijk de cases die nog liepen eigenlijk dit jaar, die afgerond zijn qua melden, maar blijkbaar toch weer terugkomen of toch in het nieuws komen, of dat er toch weer later misbruik van gemaakt wordt om onderzoek te doen. Hoe kan het dat die dingen iedere keer terugkomen en wat kunnen we daarvan leren? En zeker met Citrix zagen we hetzelfde, zeg maar, de eerste patchronde. Bij de tweede patchronde, dan zakt het even af. En een keer 2-3 maanden later komt er weer een organisatie in de problemen, omdat die toch weer naar buiten toe staat. Zelfs in Duitsland was natuurlijk een keer een ziekenhuis een slachtoffer geworden daardoor. Waardoor een ransom attack kon plaatsvinden via een ongepatchte Citrix-verbinding. En daardoor is iemand overleden. Dus je ziet dus ook dat het af en toe echt wel de moeite loont om even terug te gaan. Om te kijken van oké, we hebben een case nu van A tot Z helemaal afgehandeld. Maar moeten we nog een keer terug? Moeten we nog een keer een scan doen? Dan moeten we toch een keer nalopen. En dat zien we eigenlijk nu met Pulse VPN. We dachten dat we klaar waren. De laatste bezemronde waren er nog een paar honderd. En tot aan de dag van vandaag zijn we nog zeker met een stuk of 100 van dit soort enterprise devices bezig, omdat ze maar niet offline kunnen komen. En het enige wat wij kunnen doen is graven in die informatie, kijken of daar nog andere bruikbare informatie in zit. We zagen bij dat datalek van die Pulse VPN, er waren heel veel wachtwoorden nog niet gekraakt door de Russische hackers, dus we hebben zelf daar een poging op gedaan. Daar zijn een paar onderzoekers heel actief nog mee bezig. We hebben ongeveer dan 73% kunnen terughalen. En we kunnen zelf kunnen kraken. En dan zie je ook eigenlijk dat de wachtwoordkwaliteit en het wachtwoordhygiëne heel erg slecht is. En vooral heel merkelijk bij buitenlandse overheden en bij kritische dienstverleners. Waar de wachtwoorden echt heel erg slecht zijn. Dus het is leuk dat die partijen uiteraard hun devices hebben gepatcht. Maar dat betekent dat we alsnog een keer terug moeten komen om uit te leggen van joh, luister eens, jouw device was tussen die tijden was die kwetsbaar. En heb je ook aan deze accounts gedacht, heb je die ook zeg maar een nieuwe wachtwoorden gegenereerd? En heb je bij soorten bepaalde device ook je wildcard certificaat ingetrokken? Want dat zou natuurlijk bij Citrix ook een paar keer gebeuren, dat inderdaad de devices gepatcht werden, maar dat de certificaten gewoon nog steeds hetzelfde waren. Dus ja, dat soort zaken zijn heel interessant. Dus we gaan de laatste maanden van dit jaar veel energie stoppen in het nalopen van de oude cases, om te kijken of er nog iets is wat we zijn vergeten en of we nog dingen kunnen voorkomen, zeg maar, voordat ze nog eens een keer toch nog op buiten gaan worden. Ja, dankjewel. Je kwam niet helemaal goed over qua beeld. Qua geluid hebben we je in ieder geval goed gehoord, dus we doen gewoon alsof het radio is. Ja? Oké. Podcast. Hey, ik zet het geluid weer even uit, want dan kan ik even rustig verder praten met Frank. Of had je nog iets? Nee hoor. Nee? Oké.
Ik zie trouwens ook Astrid Ozenbrug van DVD en Lennart Oudhoorn, ook een van onze onderzoekers. Tof dat jullie er allemaal zijn, maar ik zet jullie nu uit. Oké, doei. Goed, dan kan deze weer aan. Ja, het blijft een beetje behelpen natuurlijk. Even twee dingen. Je gaat toch geen hackers uitzetten, Chris? Ja, oh ja, inderdaad. Die gaan we juist weer aanzetten natuurlijk. Die vinden altijd wel een knopje om het weer aan te zetten natuurlijk. Nee, even één ding eruit lichten wat Victor ook heel goed schetste. Van je begint met een groot belangwekkend onderzoek. De Citrix-crisis. Ik weet niet of je het allemaal gevolgd hebben, maar in ieder geval die servers die lek waren, waardoor veel thuiswerkende mensen kwetsbaar waren. Dat was eigenlijk het startschot voor het DVD en Meldpunt om echt landelijk te gaan. We hebben heel Nederland gemeld. We hebben mensen individueel gemeld, maar ook via andere partijen. Daarna zijn nog 9 onderzoeken gekomen. En dan wordt dus het lastige van je hebt 1 keer gescand en gemeld. En dan scannen we nog een keer. En dan zie je, een aantal mensen geluisterd of uit zichzelf al gepatcht. En dan een paar dagen later winnen wordt het wat minder. Maar dan blijf je toch al een hoop troep hebben. En ja, wanneer is zo'n onderzoek nou eigenlijk af? Eigenlijk nooit, hè? Ik hoop er ooit een keer echt één af te maken. Dat we gewoon 0 kwetsbare devices hebben. Maar ja, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, ik ga niet mijn adem inhouden tot dat gebeurt. Want dat ga ik niet overleven. Kijk, wat je ook ziet is dat wij proberen natuurlijk altijd uit te zoeken van, we hebben wat gevonden en dan proberen we uit te zoeken van wie is dit nu. Hmm. Dat kun je op een paar manieren doen, naar de domeinnaam, je kunt naar het IP-adres kijken en soms halen we ook gewoon certificaten op. En wat we dan zien is dat, en dat is weer een mooi bruggetje naar waar we het eerder over hadden, een aantal kwetsbare Pulse-servers, die dus ook in dat lijstje stonden van die Russische hackers wat gelekt was. Daar stond een domeinnaam op. En toen we die mensen gingen benaderen, zeiden ze, ja, maar die heb ik helemaal niet meer. Hmm. Want ik heb dat domein al lang opgeheven. Dat klopt, het domein was opgeheven, maar het apparaat was blijven draaien. Dat was iedereen prompt vergeten. Dus dat ding dat liep maanden later, stond hij nog te draaien. En vervolgens stond hij wel mee te doen om cryptocurrency te minen, om oude wachtwoorden te lekken. Of om allerlei andere beveiligingsproblemen, misschien niet meer voor degene die hem origineel in de lucht gebracht had te brengen, maar wel voor het internet als geheel. Dus dit is echt wel een probleem voor breder. Nou inderdaad, dat zagen we ook net bij de basisbeveiliging van Elger natuurlijk. Heel vaak weten mensen ook niet eens dat ze hebben. Dus laat staan dat ze het dan nog updaten. En dan zijn het gewoon ook wel de onderzoekers zoals jij en anderen die dan aanwijzen van, maar dit domein hoort toch echt bij jou? Ja, kijk, het patchen van wat je weet is, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. More power plants are taken down by patches, than by Russians, zoals je zei. Or Americans. Wat je niet weet wat je hebt, daarvan weet je ook niet dat je het moet patchen. Dat zie je dat gewoon steeds groter een probleem wordt. Zo'n gemeente die dus zijn domein uitgedeeld heeft aan een ander. Ja, mensen denken wel dat het bij jou hoort. Ja. Wat is de beloning, het incentive? Wat drijft iemand om, als hij ooit een keer apskinderboerderij.appingedam.nl gehad heeft, om te zeggen als hij met kinderboerderij stopt, by the way, gemeente Appingedam, jullie moeten die domeinnaam ook nog eens een keer weghalen. En vervolgens komt er een spamrun en daar zit netjes een certificaatje op van Appingedam.nl. Apskinderboerderij.appingedam.nl, maar wie kijkt verder? Mm-hmm. Klikken mensen, vullen hun BSN in en vervolgens heb je wel gewoon een enorm datalek. En zo werkt dat. Dus ik vond het heel lief van de gemeente Appingedam, maar ik vond het ook wat naïef. En dat zijn veel lieve dingen. Ja, inderdaad. We wachten tot 1 januari als we een nieuwe naam hebben. Dan zijn we Appingedam af. Maar dat valt nog maar te bezien of dat ook echt zo is. Ja, en of je dan ook je problemen kwijt bent. Ja. Wat je natuurlijk vooral bij gemeentes hebt. Hoe groter de gemeente, hoe meer subdomeinen er allemaal onder hangen. DVD daarentegen scant heel Nederland. Dus wij komen ook gewoon van alles tegen. En wat jullie dan doen is, dus mensen zoals Victor en Matthijs, die scannen dan heel Nederland op een bepaalde kwetsbaarheid. Dan gaat een lijst met IP-adressen gaat naar het meldpunt. Ja. Daar leiden jullie de URL uit af. Bijvoorbeeld denhaag.nl of aivd.nl, ik noem maar een zijstraat. En dan zeg je dan info, abuse of cert, een aantal namen zit je ervoor. En dan mail je dan naar een overzichtje van, dit is een kwetsbaarheid, hebben we jullie in het netwerk gevonden. Dat is hoe we het in het begin deden. Ja. Dat schiet niet altijd op, want mensen denken, wie zijn dat dan? En ze doen helemaal niks. Toen kwam je met een briljante truc, namelijk dat jij ging op AS-niveau kijken. Nou, even voor de niet-techneuten, internet, IP-adressen, dat weten jullie wel. Hè?
Nou, daarmee kun je binnen een netwerk bij een bepaald adres komen. Maar die netwerken worden dus door iemand beheerd. Hè? Dat is een fysieke netwerk. Dus KPN heeft een netwerk, Rijkswaterstaat heeft een netwerk. En dat noemen ze dus een AS, een autonoom systeem. Nou, dan kan Frank dus zien van, hé, dit IP-adres, dat hoort dus in het KPN-netwerk. Of het SIGO-netwerk, of wat dan ook. En kon je dus die lijstjes met IP-adressen doorzetten. Nou, ten tijde van Citrix hebben we dat gedaan bij een aantal partijen. En één daarvan was NBIP, de Nederlandse Beheerorganisatie Internet Providers, geloof ik. Correct. Zoiets. En het initiatief heet tegenwoordig Clean Networks, maar toen nog niet. Clean Networks, ja, inderdaad. Die konden echt een hap uit die lijst nemen. Zo van, wij gaan dat doorzetten. KPN ook. Welke partijen konden nog meer die lekken doorzetten? Nou, zij hebben zich een beetje ingericht als een van de grote distributiepunten in Nederland. Een ander is via de internetproviders. Er zijn mensen bij KPN die mij ontzettend geholpen hebben om ook hun netwerk aan te spreken om bepaalde dingen kwijt te raken. Want niet iedereen is helaas aangesloten bij Clean Networks. Die hebben ook een lijst van mensen die zeggen van nou, stuur mij maar niet. Kun je van alles van vinden, maar het is wel een realiteit. En je hoopt dat er ook grote partijen zijn als... ik denk maar eens aan een Nationaal Cybersecurity Centrum of een Digital Trust Center die dit ook zo voor je zouden kunnen doen. Ja, want hoe ging dat? Ik heb toen, of tenminste niet jij, maar Matthijs Koot, die toen die Pulse VPN vorig jaar had gescand, maar vervolgens ook Citrix had gescand, heeft die lijst met IP-adressen naar het NCC gestuurd. Dat is waarom ik hier ingestapt ben. Ik kwam erachter dat ik ook een van de oliebollen was die in mijn netwerk ergens een kwetsbare Pulse-server had staan. En dat had in eerste instantie niemand mij verteld. Nou, gelukkig praat ik met hackers. Dus kreeg ik via de band een berichtje van, hey Frank, let op. En dat was niet, hey Frank, je bent een oliebol, maar Frank, let op, er staat er bij jou ook eentje. Ja. Dus we zijn heel snel, hebben we kunnen schakelen. Ik kwam erachter dat ik op de lijstje zat. En ik ben toen teruggegaan van, ja, wacht even. We hebben toch een Nationaal Cybersecurity Centrum. We hebben toch een hele infrastructuur in Nederland. Waarom hebben jullie het mij niet verteld? Nou, en waar kwam ik achter? Dat eigenlijk door mandaten, door allerlei redenen, het NCSC een bepaalde achterban heeft. En daarmee mogen, kunnen ze delen. Ik zeg bewust niet willen, maar ik zeg mogen en kunnen. Daar mogen en kunnen ze mee delen. En de rest van Nederland, als je naar het NCSC stuurt, komt het daar in ieder geval niet aan. Ja. En wij vonden dat je niet aan de ene kant half Nederland voor oliebol uit kan maken. En aan de andere kant, als je weet wie de oliebollen zijn. Dus je hebt letterlijk een faalkaart waarop de oliebollen staan. Waarop je de AS-nummers kan afleiden van bij welke providers die oliebollen horen. Dat hij het niet kan maken om ze geen berichtje te sturen. Nee. En dat is het begin geweest van een behoorlijk lange, bewogen en turbulente reis. Ja. Nee, inderdaad, want dames en heren thuis, we zijn best wel lang in het gesprek ook met NCSC. Frank en ik staan er misschien ook een beetje verschillend in. Jij hebt veel meer zoiets van, ja, jullie zijn het National Cybersecurity Center, los het op. Ik heb meer zoiets van, zij kunnen dat niet voor heel Nederland doen, want dan gaat Nederland ook een beetje achterover hangen. En ik denk dat ook heel veel partijen zoiets hebben van, waar bemoeien jullie mee? Maar het is dus inderdaad ook bij wet geregeld dat NCC alleen vitaal doet. Hè, dus dat zijn de energiemaatschappijen, de telecom, de banken, de watersystemen, dat soort dingen. En het Rijk, dus de ministeries en dat soort dingen. Dat is op zich al heel veel werk. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, je hebt de IP-adres en dat is privacygevoelige informatie. Dus als wij een IP-lijst naar het NCC sturen, dan mogen ze niet eens zeggen van, nou, Die IP-adressen doen we wel en die andere niet, want dat is dan alweer gevoelig. Ja, dan kom je een beetje op het randje. Ja. Plus dat je dan weergeeft van ja, als dit dus de club is die alle spannende dingen op het internet doet en alle niet spannende dingen maar laat. En ze vertellen van ja, deze dingen hebben wij gedaan. Dan weet ik dus, oh, daar zitten spannende dingen. Dat is best wel interessant. Ja. Nou ja, kijk, wat ik nu vertel is de formele lezing, zoals het volgens de wet geregeld is. Maar ik ken ook wel een hoop mensen met NCC die eigenlijk ook wel graag zouden willen doen wat wij doen. En ook wel blij zijn met wat wij doen. Dus tot die tijd, hè, dat de oliebollenwetgeving nog niet aangepast wordt door de minister die er zelf verantwoordelijk voor is, moeten we doen met wat we hebben. Ja. Kijk, we zijn een poldercultuur. Er zijn wel een aantal stappen gezet. Hè. Dus die Citrix-crisis zorgde er onder andere voor dat er meerdere organisaties werden aangewezen van, oké, als jullie meldingen hebben, mogen jullie ze ook doorzetten.
He, dus we hebben dan het surfset voor de universiteiten, de IBD voor de gemeentes. Voor de waterschappen hebben we dus een set. Er zijn ook partijen die heten dan OKTT, of officieel kenbaar, objectief kenbaar tot taak. Die mogen ook die informatie delen. Hè? Connected Trust is er zo een. Nou ja, wij krijgen die status niet, want we zijn gewoon een stichting van hackers. En dan moet je dus formeel achterban hebben. Ook wij zijn in gesprek. Ja, misschien worden we dat dan wel, dan kan het wel. Maar goed, we moeten doen met wat we hebben. Dus, toen kwam er op een gegeven moment een initiatief. En dat heette het Anti-Abuse Netwerk. Of tenminste, die naam hebben we later bedacht. Maar 14 februari zijn we een heleboel partijen bij Deloitte geweest. Iets van 20 verschillende partijen. Er zijn inmiddels veel meer geworden. En daar zat dus ook dat NBIP bij en andere mensen. Nou, daar zat ook iemand die deed een afstudeeronderzoek naar hoe gaat dat nou eigenlijk? Die notificaties van lekken melden. En die heeft een soort flowchart van gemaakt. Die heb jij verrijkt, die heb je uitgebreid. En daar gaan we het dus nu eventjes over hebben. De flowchart van Frank. Dus, Pleun, als je hem even op kan zetten. Dit is hem. Nou, de aanwijzingstok die ligt achter je. Ja, die. Ik weet niet of je het allemaal thuis kan zien, maar anders dan lees ik gewoon voor wat Frank aanwijst. Want we hebben verschillende manieren bedacht om dit te doen. We dachten dus eerst van, we doen een papieren kaart met een camera erop. Toen bedachten we van Frank gaat via Jitsi, maar ja, dat is nu helemaal vol. We zitten aan de maxcapaciteit, dat is helemaal niet te zien. Kijk. Dus we doen het gewoon eventjes ouderwets met een aanwijsstok. Frank. Ja, wat we gedaan hebben is dat we met een werkgroep informatiedeling zijn bij elkaar gekomen. Maud heeft daar ontzettend bij geholpen, heeft er ook op afgestudeerd. En we zijn bij elkaar gaan zitten en gaan kijken van nou, hoe loopt het nou? En het eerste wat ik even wil vertellen is wat hier staat. Dat is een stukje taxonomie en dat is heel belangrijk. Want waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou, we hebben het niet over advisories. Dus algemene berichten over van let op, als je Citrix hebt, heb je een probleem. Of als je Citrix met deze versie hebt, heb je een probleem. Maar we praten echt over de concrete aanwijzingen. Dus die dingen waar een IP-adres bij zit. Nou, het is regenboogweek, dus we zien heel veel regenbooggekleurde lijntjes. Dat is een heel happy toeval waar Astrid ongetwijfeld heel blij mee is. Maar de kleuren betekenen ook wat. De blauwe lijntjes zijn van let op, je hebt de boel niet goed geconfigureerd. Dus je hebt een webcam waar geen wachtwoord op zit. Geel is van let op, je hebt echt een kwetsbaar apparaat. Dus let op, jij hebt die kwetsbare Citrix server. En rood is... Het lijstje wat laatst naar boven kwam van de gehackte Pulse-servers. Let op, je hebt een systeem wat daadwerkelijk gehackt is. Dus dit gaat om concrete aanwijzingen. Stippellijntjes zijn dingen die nog in aanbouw zijn. Nou, hier zit het NCSC van de minister. En die lijkt een spin in het web te zijn. Als je de lijntjes volgt, dan komen er wel heel veel lijntjes hier samen. Er zijn ook een paar lijntjes, bijvoorbeeld vanuit Shadow Server of vanuit de cloud providers, die eigenlijk alleen maar naar het NCSC gaan. Sommige internationale lijntjes lopen ook alleen maar naar het NCSC, want mensen lezen National Cybersecurity Centrum. Hey, een nationaal cert. Niet helemaal. Waar we het net al over gehad hebben, wat een heel groot rood punt is de rest van de rest. Wat doe je nou als je informatie niet kwijt kunt? Kan je die zomaar in de virtuele vuilnisbak gooien? Want ja, bewaren mag je het ook niet als je er geen doel voor hebt volgens de regelgeving. Nou, dan hebben we hier LDS net. Ik vond het op een metrokaart lijken, dus heb ik het ook in twee netten ingedeeld. Een beetje à la Londen, het DLR-netwerk en de London Subway. Ook twee rivieren, de rivier Internationaal en de rivier Vitaal en Rijk. Ja, want LDS, dames en heren, staat dus voor landelijk dekkend stelsel. Landelijk dekkend stelsel. Dus de ambitie dat verschillende partijen heel Nederland kunnen bedienen. Maar er zitten nog heel veel gaten in. Ja, dat hele LDS dat is nu under construction. Dus je ziet dat daar OKTT's zijn. Je ziet dat daar uiteraard Rijk en Vitaal en de vitale bedrijven vallen daarin. Het is een heel nieuw netwerk wat nog in aanbouw is. En wil je deelnemen aan dat netwerk, moet je aan voorwaarden voldoen. Strenge voorwaarden, je moet een achterban hebben. Die achterban moet bekend zijn. Je moet een informatiebeveiligingsbeleid hebben. Allemaal dingen die op zich goed zijn om te hebben, die goed bedoeld zijn. Maar die het wel moeilijker maken en langzaam maken om op het LDS-netwerk terecht te komen. Nou, dan wordt er ook vaak een partij, het DTC wordt genoemd als, dat is het NCSC voor de rest.
Dat is de oplossing voor die bedrijven die allemaal niet vitaal zijn, maar wel, nou ja, à la bijvoorbeeld een bloemenveiling in Aalsmeer, een derde van onze bruto, een derde van onze nationale export doen. Dus daar zit veel van die blinde vlekken die door het landelijk dekkend stelsel dus niet gedekt worden. Nou ja, nu nog niet. En het DTC wordt daar naar voren geschoven. Nou, als je kijkt, de lijn naar het DTC, die is op dit moment nog zwaar in aanbouw. Ook al is daar vorig jaar 1 miljoen in geïnvesteerd in het NCSC om dat lijntje aan te leggen. En als het lijntje aanlegt, dan is het DTC nu nog van ja, maar wie is dan onze achterban? Hoe dichten we dat juridisch dicht? En waar halen we de mensen vandaan om al die mensen een bericht te gaan sturen? Dus ja, daar zit wel degelijk een probleem. Nou, dan zie je hier aan de bovenkant, zie je het oude AS-netwerk, je hebt het er al over. Oud Victoriaans netwerk, à la het spoorwegstelsel zeg maar in de UK. Bochtig, kronkelig, maar het brengt je wel van A naar B. Nou, verder heb ik de kaart ingedeeld in de mensen die vooral melden. En de kleuren komen nu wat minder mooi uit. Maar de mensen die melden in het groen. En de mensen die het op moeten lossen in het blauw. Nou, je ziet hier bijvoorbeeld een researcher. Hoe kom ik nou het makkelijkst naar blauw? En wat je eigenlijk ziet is als je de lijntjes volgt en je gaat de lijntjes van AS net volgen. Dan kom je bijna altijd wel bij een blauw station. Er is via het oude AS net eigenlijk altijd wel een netwerk naar het LDS toe. Maar helaas, worden alle meldingen vanuit het NCSC via het LDS-net gestuurd en niet via het oude AS-net. Dus we zijn iets nieuws aan het bouwen zonder eigenlijk de aansluiting met de oude werkelijkheid heel goed te regelen. Ja. Dus ik zou zeggen, minister, kijk hier goed naar. Ja. Wat willen we verder met deze kaart? Ik ga hem straks aanbieden aan Inge, de volgende spreker. Ja. Met het doel dat wij willen 28 oktober willen wij deze kaart en de bevindingen, want alle rode bolletjes die hier staan zijn knelpunten die wij in deze metrokaart geïdentificeerd hebben. Willen we een rapport maken met al die bevindingen, met hoe de kaart, hoe wij denken dat het nu loopt. Die willen we doen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid is bezig met het onderzoek naar de Citrix-crisis. En een van de onderdelen van het onderzoek is volgens mij in kaart brengen hoe dit nou op dit moment loopt. Ik zou zeggen, beste Onderzoeksraad voor Veiligheid, jullie weten ons te vinden. Ja. bij deze, ik leg hem hier veilig op tafel. We mogen die mensen al aan tafel, dus we doen straks nog een muziekje. Maar hij ligt alvast klaar voor jou. Het is eigenlijk een soort oorkonde, inderdaad een soort kaart, een certificaat, hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval een soort formele bezegeling hebben. Want ja, dit ging misschien allemaal wat snel voor de mensen thuis, heel gedetailleerd. Er komt dus een publicatie over dat je dus kunt zien van als er lekken gemeld worden, hoe dat dan via Nederland gaat. Dus straks in het blokje hierna gaan we daar verder over praten met Inge Bryan. Voordat je gaat, Frank, wil je nog iets kwijt bij de mensen? Hou het veilig. Patch. Nou, super tof dat je er weer bij was. Dankjewel, Frank Bredijk. Ja, bedankt. Het leuke van Frank vind ik ook, hij neemt altijd iets mee. Hè? Hij was hier bij het einde van het internet. Toen kwam hij met een oude telex. Tak. En toen we de eerste 1,5 meter evenement hadden, toen kwam hij met deze dingen aanzetten. Het waren 3D-printen houders om een spatmaskertje te maken. Dat kon je dan zelf doen. Nou, in het begin heb ik staan presenteren met het ding, was het niet te doen. Maar dan zie je toch dat juist op het allerhoogste niveau van de informatiebeveiliging mensen ook nog handig met hun handen zijn. Dus dankjewel, Frank. Graag gedaan. Eens even kijken. Gaan we Jitsi nog proberen of gaat het alleen maar mis? Wou er iemand al wat zeggen? Dan horen jullie mij nu pas natuurlijk. Hey, ik kijk nog even naar jullie. Wou iemand nog wat kwijt of zo geloof ik allemaal wel? Ja? Nee, oké. Okay, dan gaan we even muziek maken. Jongens, spelen maar. Oh, ik dacht dat het live was.
Dankjewel, Bruno en Philip. Ja. Yeah. Aan tafel Inge Ryan. En nou, voordat wij verder gaan, nog even de mensen thuis. Er blijkt dus een vertraging van een paar minuten te zitten nu tussen de stream. En dat u dit dus kijkt. Dus iedere keer als ik via de Jitsi-server iets roep, schrikken die mensen zich helemaal de blubber. Want dan is het item nog niet afgelopen. Dus dat doen we niet meer. Dus leuk dat je kunt met elkaar kletsen en zo. Maar we doen het nu gewoon even zo zenden, zomaar zeggen. Ik hoor wel inderdaad dat ook een belangrijk iemand van het NCSC mee zit te kijken. Altijd super tof dat je erbij bent. Ik ben natuurlijk een beetje fan van je. Dus hopelijk is het allemaal goed gegaan. Ja, inderdaad. Hans de hobbyhacker. Dus, nou, en nog meer bekende mensen. Maar goed, dat zegt het publiek verder niet zoveel misschien. Inge, nou, super tof dat jij er bent. Ik heb ook bewust gekozen dat jij aan het einde zat. Hè? We hadden net al het opmaatje naar het Anti-Abuse Network. Eerst even, wie is Inge? Nou, toen ik jou de eerste keer ontmoette, is misschien al even leuk om te vertellen. Dat weet ik niet meer, wanneer was dat? Nou, dat was de Nationale Kennisdag voor de Nederlandse Recherche. En er kwam dus voor een zaal met 800 rechercheurs. Ja, en Inge kwam op met uniform, want je was toen topvrouw bij de politie. Ja. En we moesten daar dus een debat voeren over technologie en privacy. En er was ook nog iemand van Bits of Freedom bij. Die stond, Reo Zenger. Reo Zenger, die stond een beetje zenuwachtig naast je te draaien zo. En ik zeg ze tegen Reo. Die was bewapend. En ik zeg tegen Reo, moet je eens kijken, ze heeft een gun bij zich. En dat was ook zo, want als je als agent in uniform bent, dan moet je dus een geladen pistool bij je hebben. Doorgeladen. Nou, ga dan maar eens even een vrij debat. Want het was dan een debat, dat moest echt op scherp van de steden gevoerd worden. Ja. Dus, en die 800 rechercheurs in de zaal, die waren natuurlijk ook bewapend. Dus dat was hartstikke leuk. Maar toen waren we klaar en toen kwam je Mickey Mouse broodtrommel tevoorschijn. Toen denk ik, nou, ze hadden een heel aardige vrouw, die Inge. Dat was je tijd bij de politie. Nou, je bent vanuit daar ben je dus naar Deloitte gegaan. Partner Cyber Risk Services. En ik had je eigenlijk al eerder in de uitzending willen hebben. Want we hadden toen het roze slot. Dat was de afdeling, aflevering Hacksters. Het waren alleen maar vrouwelijke cybersecurity mensen hier aan tafel. En toen hadden we Cyberveilig Nederland hadden we toen gevraagd van, vraag nou eens onder de leden, welk cybersecurity bedrijf de meeste en de minste vrouwen in dienst hebben? Want ja, het is toch wel een dingetje. Vrouwen kunnen dat net zo goed als mannen, maar ze komen vaak niet die sector in, omdat ze het of niet leuk vinden of wat dan ook. Ik ging een beetje onderzoeken. Nou, toen bleek dus dat Deloitte, die had bij hun cybersecurity afdeling 24% vrouwen. En 34, oké. Okay. Ja, het is net hoe je telt. Maar in ieder geval met kop en schouders nou ja, boven gewoon, de rest. Ja. Ja, gewoon aantallen. Nou, het is. Nou. Zo kun je het ook zien natuurlijk. Sommigen zitten er tussenin, zeker in de hackerswereld. Dat is ook wel zo. Nee, ik bedoel, hoe je telt van, doe je alleen maar de hackers, de pentesters of ook de voorlichters, de psychologen. Dus we hebben nou, een soort categorisering gemaakt. Maar eigenlijk, welke manier we ook probeerden, Deloitte had gewonnen. En hebben we daar nog een leuk plaatje van? We hebben toen slot uitgereikt en zo. En nou ja, als promotie. En toen is er bewust een man naartoe gegaan om die prijs in ontvangst te nemen. Want ja, ik kan er wel weer gaan staan. Ja. Maar weet je, het is niet alleen iets van de meisjes. Weet je, het is niet alleen maar meisjes worden blij als er meer meisjes zijn. Diversiteit is belangrijk. Dus ik vond het juist belangrijk dat iemand anders daar ging staan. Niet zijn een meisje die zegt, het is wel heel belangrijk dat we divers zijn. En dat je vanuit verschillende gezichtspunten naar de materie kijkt. Ook niet alleen man, vrouw, maar ook jong, oud, verschillende disciplines. Klopt, ja. En zeker in cybersecurity heb je die diversiteit in gezichtspunten nodig. En nou ja, inderdaad, dat heb ik ook al geleerd. Ja, de mannen moeten het vooral doen. Hè. We hebben ook een aantal do's en don'ts besproken van wat moet je nou vooral niet doen. Waar jaag je die vrouwen echt mee weg? Maar ja, wat kun je wel doen om ze binnen te halen? Goed, dat gezegd hebben we. Toffe organisatie dus, Deloitte. We dwalen even een beetje af, maar we zitten eind van de avond. Voordat we over het Anti-Abuse Network gaan praten. Je zit nu aan het einde. Wat vond je van al het voorgaande hier vandaag? Gaaf, divers. Dus daar hou ik al van. En ik vind die kaart heel mooi. Ik hou gewoon van sowieso tastbare dingen, vind ik natuurlijk heel mooi. Hè? Dus daar komen we zo op. Maar wat ik zo gaaf vind, en ik zit de hele avond hier al te appen, want wij kunnen dus niet met elkaar hier echt een gesprek voeren, omdat we maar, zeg maar, vrij ver uit elkaar moeten zitten. Er komen de grappenbollen weer tussen. Precies. Dus, en wij houden ons er netjes aan. Hè. Is natuurlijk wel in die zin is het wel gek dat zeg maar de hele hackerswereld vaak de notie of de suggestie oproept dat je je nergens aan houdt, aan geen regels, maar het tegendeel is waar. We zijn natuurlijk wel heel erg bezig met hoe kunnen we het allemaal op een goede manier inrichten en houden onszelf er ook aan. En dus dat hier ook weer vanavond. Maar ik heb eigenlijk de hele avond zitten appen met heel veel mensen die voor het eerst kijken of ingelogd zijn ergens. En
En dat vind ik wel mooi. Eigenlijk door HackTalk wordt het een beetje mainstream. Wordt informatiebeveiliging mainstream. De hele hackers zien ook wat meer mainstream. En dat vind ik wel heel erg gaaf. Okay. Ik ben zelf historica van oorsprong. En je weet, dus kom ik ben gewoon een algemene, zeg maar, veiligheidsmevrouw. En ben, omdat IT een steeds groter deel werd van mijn werk, ben ik een beetje zo daarin gerold. Maar, ja. Nou, inderdaad. We zijn een beetje van dezelfde leeftijd. Toen was IT was saai. Maar je ziet nu bij de huidige jonge generatie dat hack is cool, weet je wel, cybersecurity is hot. Dus, ja. dus dat geeft wel veel goede moed en waardoor er ook veel meer dames de IT in komen. Nou, en denk ik ook wel besef waar we het net weer over hadden, dat je heel veel disciplines nodig hebt om goed te zijn in cybersecurity. Ja. Je moet echt vanuit veel gezichtspunten kijken. En dat vind ik ook zo gaaf eraan. Het is nooit genoeg als je er alleen maar door een technische bril naartoe kijkt. Of alleen maar procesmatig of alleen maar managerial of hoe noem je het maar. We zijn dus nu sinds kort bezig met meer psychologen naar het team halen. Ja. Organisatiekijkers, zelfs een antropoloog. Hè, dat vind ik ook wel mooi. Dus degene, de baas van Cyber Deloitte, Niels van der Voorle, is een antropoloog. Eerlijk gezegd ook een IT-auditor. Dan denk je, hoe kan dat nou? Maar dat kan dus. Maar ik vind het wel gaaf om echt totale verschillende disciplines bij elkaar te halen. En dan kom je tot de beste oplossing. Nou, het is misschien ook wel de les daaruit. Cybersecurity is van iedereen. Ja. Het is niet alleen van de techneut. We moeten het met z'n allen doen. Dus daarom was ik ook wel heel aangenaam verrast door het initiatief wat jij en anderen hebben genomen op een gegeven moment. Het was ook op Valentijnsdag. Dat is ook wel weer leuk. 14 februari. Dus ik dacht eerst, we noemen Ik ben mijn hartje vergeten. We hadden allemaal zo'n hartje. Hadden we knipperend hartje gekregen van Octavia de Weert. Ja, heel mooi. Die was daar ook bij. En dat was eigenlijk een beetje zoals Frank ook net schetste. Van we zien gewoon heel veel kwetsbaarheden online staan. We zien heel veel ellende. En als je die kennis nou deelt met elkaar, dan kun je dat samen oplossen. En met jouw permissie ga ik gewoon even alle partners even voorlezen. Want dan hebben mensen thuis ook een beetje een idee van wat is dat nou. He, dus we kwamen daar in Amsterdam. En het is een hele grote ronde tafel met een zeer divers gezelschap. Ik lees het gewoon even voor. A2B Internet, de Abuse Information Exchange, Abusio, hè, dat is Wido Potters, van wie we overigens ook de Yeti-stream kunnen gebruiken. Daar komt abuse.nl ook, hè, dat is de website die we vervolgens gebruiken daarvoor. De AMSIX, de Amsterdam Internet Exchange, hè, een grootste knooppunt van het internet ter wereld. Atom 86, dat is een bedrijf geloof ik. Connected Trust, dat zijn allerlei CEO's die zich verzameld hebben. De C-Cert van DSP, Cyberveilig Nederland, hè, de brancheorganisatie. Eigen organisatie Deloitte natuurlijk. De DHPA, de Dutch Hosting Providers Association. Michiel Steltman, die kennen we allemaal wel, ook van DINL, Dutch Infrastructure in Netherlands. Nou, wij van DVD waren met z'n vieren daar, dus dat was ook wel leuk. En toen zeiden ze allemaal van, oh, zijn jullie dat? Voor wie we al die meldingen krijgen? Ja, nou, dankjewel. Oh, nou, dat is ook wel weer cool natuurlijk. DTC, Digital Trust Center, hè, dat stond op de kaart, net al even genoemd. ECP, van, zal maar zeggen, alle IT-feestjes en partijen. Het expertisecentrum online kindermisbruik. Nou, ik ben echt fan van ECP hoor. En die hebben het ook moeilijk, omdat die congres allemaal online gaan. Ja, en ze zijn ook, ze houden de boel wel bij elkaar ook weer bij dit netwerk. Ja, zeker. Dat is echt een heel goed platform waar heel veel, zowel van overheid als bedrijven, samenkomen. Die hebben straks weer een jaarfestival. Ben je er ook? Ja. Ja, ik ook. Ook leuk. We hebben het expertisecentrum online kindermisbruik. Hè, dus ook content die eigenlijk helemaal niet kan. Hè, dus bijvoorbeeld hosting providers die gewoon een hele nasty shit hebben staan. Wordt ook gemeld. Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijkrelaties. ISP Connect. En NBIP, hè, dus die Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. NL Connect, NL Digital Privacy Management Partners, voor mijn bedrijf zo. De politie, dat is ook wel weer spannend. Dan zit ineens de politie aan tafel. En dan kom je dus als groep hackers lekker melden. Dan denk je, wat gaan die er nou mee doen? Maar dan denk je, oh, dan kunnen misschien de boeven hacken. Nee, die zien dat gewoon als een vorm van slachtoffernotificatie. Die kunnen dus bij ernstige gevallen dus ook meldingen overnemen. RIPE NCC, zal de gewone burger niks zeggen, maar die doen dus de domeinnamen van heel Europa, nemen zij over. Die delen ze uit. IP-nummers inderdaad, ja. Scam Advisor, nou, Schubert Villis van Frank zit er natuurlijk bij. SIDN, hè, doen .nl. De TU Delft is vandaag ook al ter sprake gekomen. Die doen ook veel scans, dingen melden. En de vereniging van Registrars. Dus als je een domeinnaam registreert, dan gaat dat via hun. Dit is een lijst die ik nog had. Heb ik nog iemand vergeten? Want het groeit, het zwelt aan. Hè? Het blijft groeien. En wat misschien wel goed is om te melden, is dat eigenlijk, we zijn toen met ongeveer 30 man bij elkaar gekomen.
En iedereen was daar op persoonlijke titel. En we hebben, iedereen heeft ook wel zijn achterban, zijn bedrijf meegenomen. Maar iedereen, we zijn daar bijeengekomen omdat we elkaar kennen. Ja. En eigenlijk stiekem ook wel heel erg lang al. En de meeste mensen kennen elkaar al best wel een tijdje. Ik kende de meeste mensen uit de strijd tegen kinderporno. En OM was het trouwens ook, denk ik maar. Openbaar ministerie. SCDN hadden we die al? Ja. Ja, precies. En, daar, en dat zijn toch allemaal mensen die zijdelings of direct betrokken zijn geweest bij, bij eigenlijk de strijd tegen bad content. Hmm. En overigens in dat kader ook even noemen dat de Grapperhaus, die we nu al een aantal keer de revue laten passeren, vanochtend natuurlijk een mededeling heeft gedaan over bad hosting. Ja. En dat is ook wel even mooi, want daar zijn we mee begonnen 5 jaar geleden. Met Michel van Eten, TU Delft, die dus ook weer daar was. Michiel Steltman en zo'n aantal mensen. ACM was toen ook aanwezig. Om samen met Autoriteit Consumentenmarkt, Politie en TU Delft een aanpak te gaan bouwen tegen bad hosting. Hm. Zo, daar zijn we mee begonnen op een gegeven moment. En we zijn dus nu, zo zie je ook weer hoe lang het duurt. Het was trouwens 2014 dat we daarmee begonnen. En ik zeg het ook maar gewoon, dat was gewoon tegen Ecatel, want het lukte gewoon niet om ze als verdachte aan te merken volgens de definitie van de officier van justitie. Heel frustrerend was dat en je zag al die shit voorbij komen in de opsporing. Ik kon er niks tegen beginnen. Af en toe een server uit het rek trekken en dan stond het weer in Luxemburg. En uiteindelijk dachten we moeten dat op een andere manier gaan doen. En namelijk door zeg maar het criminele businessmodel aan te pakken. En nu 6 jaar later. En we zeiden toen al, we moeten gewoon gaan nemen en shamen. Ja. Nee, dat kon niet. Nee, dat kon niet. Maar nu dus wel. Dus Grapperhaus heeft vanochtend in de Tweede Kamer gezegd. Enforce, IP Volume. Dat is gewoon een andere naam voor Ecatel weer. Dat zijn allemaal schurken. Ik durf het nu te zeggen. Hè. Ik ben niet meer gebonden aan de... Ik ben geen opsporingsambtenaar meer. Dus ik hoef niet meer 100% bewijs te hebben om zoiets te mogen roepen, denk ik. Maar goed, het staat nu ook in de Tweede Kamerstukken. Er wordt nu eindelijk gezegd waar al die shit staat. Ja. En dat is wel heel belangrijk. Er noemde net nog iemand... laat maar zitten. Ja. Nou ja, en er lopen wel twee dingen een beetje door elkaar. Want inderdaad, abuse, zoals wij bij de EVD dat zien, is van er is iets kwetsbaar of er wordt een systeem misbruikt. Ja. En dan meld je dus bij degene die zelf slachtoffer is. Maar bij nare content, de slachtoffers zijn eigenlijk al gemaakt. En degene waar het staat, die wil het juist beschermen. Dus het zijn wel een beetje twee heel verschillende kanten binnen dezelfde club. Nu is er echt, maar dat ziet iedereen denk ik, aan zeg maar de duistere kant. Er staat nu echt een hele stevige criminele industrie. En dat vergt, daar kunnen we maar op één manier kunnen dat tackelen door dat echt samen te doen. Maar echt samen, niet alleen samen optrekken, maar samen een keiharde vuistslag uitdelen tegen deze business. En even dit. Dan komen we bij de kaart. Dan komen we bij de kaart. Ja. Frank heeft hier echt een fantastisch stuk werk afgeleverd. En inderdaad, wat je zegt, met een heel team. We zijn begonnen op 14 februari dit jaar, bij elkaar gekomen, uitgesproken, hebben best wel wat tijd aan besteed, echt met elkaar uitgesproken. Wat willen wij hier nou samen doen? Allereerst, van wat voor initiatieven zijn er al? Er zijn heel veel initiatieven die strekken tot het schoner maken van ons internet, zeg maar. En zorgen, en dat kwam eigenlijk heel snel in het eerste uur al boven, wij willen dat informatie over dreigingen terechtkomt bij mensen die daar iets mee kunnen of moeten doen. Kunnen en moeten doen. En dat is nu gewoon niet zo. Heel veel informatie blijft hangen, wordt weggegooid, komt niet op de plek waar het moet komen. We zien dat NCC enorm belemmerd wordt in zijn werk door een te smal mandaat en ook gewoon te weinig capaciteit. En het systeem loopt niet lekker. Nee. Jullie hebben ongetwijfeld maandag in het FD een stuk gelezen over NBIP, dus NBP die... Octavia de Weert, ik weet niet of ze thuis meekijkt, maar die kwam inderdaad in het FD met een nogal ferme uitspraak. Providers gaan bedrijven waarschuwen voor beveiligingslekken. Ja, en daar, dat is deels wishful thinking, want wishful thinking, dat is weer... Het is in de maak, maar het is nog niet geregeld. Ja. Er moet echt nog wel wat gebeuren voordat dat echt wordt geregeld. En daar zijn we eigenlijk mee bezig. Dus wij zijn in dat netwerk met elkaar gaan praten over... eigenlijk, wat is ons ideaalplaatje? Hoe moet het eruit gaan zien? Hoe moet informatie door Nederland stromen? Hoe zorgen we ervoor dat alle dreigingsinformatie terechtkomt in handen van diegene die daar ook iets aan kan doen? En dat klinkt, dat kan je in één zin uitspreken, maar dat is... Nou ja,
zo ingewikkeld als Frank het net liet zien. Ik laat het nog maar even zien. Dit is de vereenvoudigde versie, zeg ik er maar even bij. Hè? De werkelijkheid is nog ingewikkelder dan dit. De werkelijkheid is echt ingewikkelder. En, want ze zijn begonnen met eerst eventjes 5 lagen informatiestroom in kaart te brengen. En wat Frank net al zei, Maud van Bergen is daar dus op afgestudeerd. Hè? Die heeft gewoon een scriptie hierover geschreven. Hadden we ook mazzel dat zij er de tijd in heeft gestoken. Want wij doen dit er gewoon allemaal bij natuurlijk. En dus dit is eigenlijk het eerste tastbare resultaat. Namelijk eerst maar eens even die informatiestromen in kaart brengen. En wat er natuurlijk meteen uit voortvloeit is, waar loopt het nou vast? Ja. En dat is stap 2. En daar zijn we nu mee bezig. Waar zitten de knelpunten? Daar kunnen we al een beetje op vooruit lopen. Uiteraard, ik noemde het al een knelpunt. Maar ook een knelpunt is de interpretatie van een IP-adres als persoonsgegeven. Ja. Heel veel IP-adressen kunnen we helemaal niet vinden als persoonsgegeven beschouwen als je het hebt over het delen, zodat een ander maatregel kan nemen. Maar daar is nu een hele smalle of hele enge opvatting wordt daar gehanteerd. Niet in alle Europese landen. Dus nu zitten we midden in het uitzoeken. Hoe gaan we dat nou precies, of letterlijk door een paar echte, heel zaaksdeskundige mensen laten uitzoeken, kunnen we dit ook op een andere manier doen. En het goede is ook, ook justitie en veiligheid heeft daar oren naar. Die zijn natuurlijk ook benieuwd naar waar we mee komen. Want ook nog even erbij zetten, zeggen, je noemde het al, niet alleen is EZK aangehaakt op operationeel en beleidsmatig niveau, maar ook NCTV, dus ook de beleidsmatige kant en de uitvoerende kant, NCC zijn allemaal, doen met ons mee letterlijk. Die denken mee, zodat we straks met oplossingen komen die ook acceptabel zijn. En tot en met de minister, die weet dat we dit aan het doen zijn, en die zegt ook, top. Weet je, hij heeft nog niet gezegd wanneer mag ik de resultaten tegemoet zien en ik ga het dan implementeren. Zover zijn we nog niet. Misschien kijkt hij vanavond. Nou, ik denk na die grappenbolle grap dat hij meteen is afgehaakt. Maar we hebben net ook een groot compliment gegeven, want dat zeg ik er ook even bij. Ik heb veel ministers meegemaakt op dit terrein. Ik ben natuurlijk lang ambtenaar geweest. Er heeft nog niemand echt serieus een punt gemaakt van kinderpornobestrijding. En daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Ja. Nou, om ze weer even op een rijtje te zetten. We hadden vroeger natuurlijk de cyber, Ivo Opstelten. En nou, de man heeft veel goede dingen gedaan. Hij heeft de Big Brother Award beroemd gemaakt. Hij had een warm hart voor responsible disclosure. Maar hij zei één ding, dat vind ik in dit verband wel heel interessant. Namelijk dat het NCSC moet niet de digitale brandweer worden. Want dan gaat iedereen achterover hangen. Dan kan je zeggen dat is lekker gemakkelijk. Maar ja, er zit wel een punt in. Dat als je een soort centrale overheidsorganisatie hebt die zegt van, nou ja, wij scannen heel Nederland en als het lekker is dan melden we. Ja, dan gaan andere mensen dat veel minder doen. En wat je nu eigenlijk ziet is dat het veel meer bottom-up gaat. Je schetst al van het zit bij verschillende individuen. Die werken bij verschillende organisaties. Die komen in verschillende verbanden weer bij elkaar. We zien nu op een soort organisatorisch niveau verschillende partijen hun verantwoordelijkheid oppakken. Waarmee eigenlijk die hele polder lappendeken langzaam maar zeker wordt ingevuld. Ja. Of ben ik nou eigenlijk te optimistisch? Ja, dat is een heel optimistische kijk op de zaak. En het goede is inderdaad, om terugkomend op wat je net zei, cybersecurity is van iedereen. En nu voelt ook iedereen dat het van hem is, want het probleem is ook van iedereen. Maar we zitten door onze fantastische polder, is wat wij doen totaal gefragmenteerd. En dat vind ik lastig. En nu ben ik misschien, ik vind alles nationaal en centraal gaaf, want dan kan je lekker sturen en de baas erover zijn. Ik snap dat niet iedereen dat wil. Maar dit is te gefragmenteerd. En in die blije polder is het ook heel makkelijk om je te beperken tot je eigen mandaatje. En vooral het probleem van je buurman zijn probleem te laten zijn. Maar we hebben ook een infrastructuur te verzorgen. En we hebben ook een informatiestroom die verschillende mandaten raakt, zeg maar, in overheidszin. Dus er moet wel, mijns inziens, iets komen. Dan loop ik op de zaak vooruit, want dat zijn we ook in kaart aan het brengen. Want wat moet er namelijk in de governance gaan veranderen in ons land? In hoe besturen we die stromen? Maar daar zal iets van overzicht in moeten komen. Ja. En je noemt het centrale sturing of coördinatie. Het moet in ieder geval coherent worden. Want nu is het echt zo dat al die verschillende beleidsterreinen gewoon lekker hun eigen ding doen. En iedereen doet echt goede dingen. En iedereen doet die dingen ook echt wel goed. Maar er zitten enorme hiaten tussen de verschillende werkvelden. Ik noem even een voorbeeld. In de opsporing gericht tegen cybercrime kan een opsporer zich niet bogen op een soort basis in de handhaving. Dus als je in de voedsel- en warenwet zit, dan kan je ergens inspecteren. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, goh, dit restaurant heeft al 10 ARBO-overtredingen. En er gaat op tal van terreinen gaat het
niet goed, laten we eens binnen gaan kijken. Maar dat bestaat hier helemaal niet. Dus je hebt alleen maar, als het al heel erg is misgegaan, mag je nog even, zeg maar, terwijl de kraan, terwijl er een waterval stroomt, mag je nog even met je dweeltje langskomen om iets op te lossen. Maar die keten, die is er eigenlijk niet. Er zitten hele grote gaten in. Er is wel een klein notice en takedown dingetje. Maar wat ik gaaf zou vinden, is als je ook in de, bijvoorbeeld voor internet service providers, waarom hebben ze daar geen Know Your Customer programma? Hebben banken ook, vinden we heel normaal. Hoe bedoel je, Know Your Customer programma? Nou, dat je bijvoorbeeld niet aan, dat het niet normaal is dat je aan Russische resellers dingen verkoopt die in bitcoins betalen. Weet je, dat je toch iets van een check doet, dat je weet met wie je zaken doet. Ja. Dat is in de bankwereld heel normaal. En sowieso de bankwereld verschuift, want wat is nou nog een bank? Hè? Dus iedereen die transacties kan faciliteren op het internet is al bijna een bank. Maar daarin, weet je, daar zitten nog heel veel hiaten in. En wij vinden het allemaal normaal. We kijken vaak naar de politie. Terwijl, ja, die kan het echt niet oplossen. Het is echt veel, veel breder. Dus, ja. Maar goed. Ja, ze kan er uren over doorgaan. Ja, nee, zeker. Maar daarom ben ik ook heel blij dat je dat initiatief hebt genomen. Nou, het groeit. We zijn nu een klein halfjaartje bezig, zal ik maar zeggen. Wat is voor het Anti-Abuse Netwerk de ambitie voor de komende tijd? Nou, eerst is het heel scherp krijgen. Want dus we deze kaart, moet ik er trouwens nog bij zeggen. Deze kaart, Frank, die je net hier mooi hebt neergelegd, wordt op 28 oktober gepubliceerd. Okay. Dus nu staat er een soort grofmazige versie van heb je al verspreid op LinkedIn. 28 oktober gaat die in volle glorie gepubliceerd worden. Dus dat is al één. Overigens hebben we ons manifest al gepubliceerd eerder deze zomer. Daar hebben we echt aangegeven, dit is wat we willen. Nou heb ik net ongeveer al verteld. En vervolgens komen die knelpunten, die brengen we op basis hiervan in kaart. Daar komen voorstellen uit. Zoals wat ik net noemde, moeten we niet anders kijken naar een IP-adres. Dus moeten we met de AP misschien, de autoriteit persoonsgegevens, gaan praten over de interpretatie daarvan. Zijn ze zeer toebereid over? Ja, want wij van DIVD schenden eigenlijk structureel de algemene verordening gegevensverwerking. Ja. Omdat wij heel veel IP-adressen verzamelen, dat mag je eigenlijk alleen doen als je iemand vooraf vraagt. Ja. Nou, dat kan helemaal niet. We zoeken naar kwetsbaar, dan krijg je een hele bak data krijg je binnen. Maar het is juist om hun privacy te beschermen. Daar zit de tegenstrijdigheid in. Hè? Ja. Dus daar is zeker het laatste woord nog niet over gezegd. Maar dat is maar een voorbeeld. Maar zo zijn er dus verschillende knelpunten. Die gaan we nu echt in kaart brengen. We doen dat neutraal. Er is niks neutraal natuurlijk in de wereld. Maar toch zo neutraal mogelijk. En bespreken we dan met degene die een oplossing kunnen bieden. Hoe we dat kunnen oplossen. Ja. En er komt niet een grote big bang dat we een brief presenteren aan de minister of zo. Ik denk dat we dat stapsgewijs gaan doen. En er is natuurlijk wel straks een enorme kans. Want er komt een nieuw kabinet. We hebben verkiezingen in maart. Oh, we hopen natuurlijk dat er dan ook wat meer op de agenda komt. Ja. Wie weet. Dus hopelijk, ik hoop nog stiekem op een soort delta-commissaris, maar dan voor cyber. Maar ja. Oké, nou, er staat in ieder geval heel veel te gebeuren op dit gebied. Absoluut. Dus daarom ook super tof dat je vanavond even kon samenvatten wat het initiatief is. Als mensen willen meedoen, kan dat? Zeker. Ga naar antiabusenetwerk.nl, dat is heel makkelijk. Abuse.nl? Ja, abuse.nl, nog kort inderdaad. Ja. Nou, en dus hier dan kun je ook gewoon een knopje drukken. Ik wil lid worden. Niet iedereen mag lid worden trouwens. Want als je journalist bent op zoek naar relletjes, sorry, dat doen we niet aan. Geen actiegroepen, geen één themagroepen. Het gaat echt over twee dingen eigenlijk. Onderschrijf je het manifest en er staat eigenlijk in wat ik net zei, hè, schoner internet en zorgen dat de informatie komt waar die moet komen. En twee is, kan je iets bijdragen? Ja. Dus je moet wel iets kunnen bijdragen in een van die werkgroepen. En zo maken we samen Nederland een stukje veiliger. Precies. Nou, dankjewel. Applaus voor Inge Bruin. Yay. Mag ik even meenemen? En neem je kaart mee. Ja. Nou, wat wou je zeggen? Ik was helemaal vergeten gezegd dat de bar eigenlijk dicht moet. Dus iedereen heeft nog 5 minuten tijd om een drankje te bestellen. Oh, de bar moet bijna dicht. Nou, dan gaan we stoppen. dan even gaan we een drankje bestellen hier. Jullie kunnen een drankje sms'en. Doe mij in ieder geval nog zo eentje die ik net heb gehaald, alsjeblieft. Nee, ik wil u nog één ding meegeven. Kijk, nu we er toch zijn, kijk, de hacktalk loopt altijd uit. Dat als je hier vaker komt, een beetje dat zo is. Dat is gewoon omdat ik het heel gezellig vind. Maar ik wil nog even één ding meegeven. Ja, eigenlijk twee dingen. Een aantal mensen die luisteren, die hebben het manuscript van mijn boek gelezen. Het is inmiddels mijn 9e boek. De titel is Cyber Ellende was nog nooit zo leuk. Heel veel van Hacktalk terug, ook van SHA-feestjes, crisisoefeningen, heel veel hackers die lekker melden. Victor komt er uiteraard in voor, nou, veel mensen die hier zitten. En ik hoop het eind van dit jaar af te hebben. Dan doen we daar een Hacktalk over. Ja, dan zijn jullie er ook weer natuurlijk. Lukt het niet voor het januari, maar je weet hoe het gaat met een boek.
kan ook veel later worden. Dus ik wil even bij jullie even testen en ik ga een foto op de cover doen. En ik twijfel tussen twee foto's, dus dan moeten jullie even stemmen welke foto het moet gaan worden op de voorkant. We hebben hier twee foto's. En misschien moet ik even uitleggen dat deze was een foto van de hektok over het einde van het internet. U kent ze wel, Victor Gevers daar. En Frank zit hier achterin. En deze foto, ja, die spreekt eigenlijk voor zich. Hè? Cyberlander was nooit zo leuk. Oké, dus even handen omhoog. Wie vindt dat het deze foto moet worden? 1, 2, 3. Ja? Twee handen, 4, 5. Wie vindt dat het deze foto moet worden? Oh, nou, dank jullie wel. Ja, ik wil eigenlijk die doen. Nou ja, dat hoort ook bij de hackers die stond eigenwijs bij. Maar dat was even een goede steekproef onder de bevolking. Nog een derde optie. Gewoon een zwarte kaft, inderdaad. Een derde optie. Ja. Dat gaat niet goed eruit zien op print. Dit. Ja, dat is een verdeling. Niet zo mooi. Ja, die is in print natuurlijk ook wel leuker. Hè? Dat valt ook wel lekker op. Nou ja, we zullen zien. in ieder geval de mensen die meekijken, die het manuscript hebben gelezen. Super, dank jullie wel. Ik zie Roen nog, de Hek Degen komt ook uitgebreid ervoor. Nou, tot zover de schaamteloze zelfpromotie die ik hier regelmatig doe bij Hektok. Maar ja, het is gratis, dat krijg je dan natuurlijk. Lopen ook nog gemeentes te bellen. Ik bel jullie zo wel terug. Goed, nou, het zit erop. Ik hoop dat we over 3 maanden weer zijn. Ik heb ergens het vermoeden dat het binnenkort afgelopen zal zijn met de fysieke evenementen, dat alles online gaat. We waren toen met Hektok in juni eigenlijk een van de allereerste 1,5 meter evenementen, wat best wel heel spannend was. Ik denk dat dit een van de laatste zal zijn, dat over een paar weken dat gewoon echt afgelopen is. En zo niet, dan zie ik jullie graag weer terug in december of januari. Nou, kijk nog even op Twitter, kijk nog even op Jitsi. En dan gaan we even nog een klein stukje muziek doen met Bruno en Philip. En een laatste drankje genieten. Dank jullie wel. We willen gauw gaan spelen, anders haken mensen af. Suspense is dit. Het opbouwen van suspense. Hij heeft een leuk loopstation, hè, dat hij allerlei dingen die hij zegt, dat hij dat herhaalt. Bloop. Oh ja. Dat zijn we al gehad.
geen zin meer. Is dat niet mag, anders ga ik het knippen.